Dat is een heel duidelijk audiopiepje, toch? Nee, dankjewel. Hallo, zijn we weer. Het is tijd om verder te gaan met ons 1-2'tje, omdat ik nog steeds geen beter naam heb gehad. En ik heb nog steeds de vrees waarom toen ik Dave en Jesse dicht bij elkaar laat zitten. De vorige ging maar net goed. Maar toen de camera's uit waren, daar tegen, dames en heren. Zie, Jesse weet het niet eens meer. Zo eigenlijk. Ik denk dat ik 2D20 heb. Ja, voor de Advantage Dice. Heel veel tegenwoordige sets voor Dungeons & Dragons hebben die. Of omdat eentje gewoon kut is en Rick weet dat, maar hij zegt niet welke. Dat kan ook. Moet jij achterkomen. Nou, oorspronkelijk krijg je. Als je een goede hebt, dan krijg je. Deze in je gezicht. Nee, dankjewel. Ja. En de oorspronkelijke setjes. Als je het fout hebt, krijg je de andere in je gezicht. Nee, ook niet. De oorspronkelijke setjes waren maar 6 dice. Ja! Weet je, die decimaal helemaal nog niet. Wat? Deze komt dit 3x5 starter set. Stop. Had je nog geen decimalen? Tegenwoordig hebben we de decimalen, maar tegen vaak ook vanwege de disadvantage rules of advantage rules heb je ook de 2D20's. Dus, dat moet je doen. Anders kunnen we toch geen advantage of disadvantage dobbelen? Kan ze doen. Dat is gewoon schreven rol. Wat? Nee, maar als je dat moet. Als je dan disadvantage hebt, dus je moet disadvantage doen, dan kan dat niet, want je hebt maar één van dice. Ah ja, dat klopt bijna wel. Goed, dat gezegd hebben we. Je zit de vorige keer geëindigd bij een waterval. Ja. Of althans, ja. In het riool waar jullie zaten, was er hopelijk schoon water waar je erin kon springen. Want wat wilden jullie doen ook weer? Chillen. Wij waren als rogue, tabaxi, mensen, Baby Yoda en Olifantman onderweg. Onder de grond, omdat wij een geheim iets moesten gaan halen om ons te helpen in de strijd met het verzet tegen onderdrukker Okaas. Onderdrukker Okaas? Ik ben alleen even niet meer zeker wat we onderweg moesten halen. Weten we eigenlijk wat we precies gingen halen? Plannen of zo? Een blauwdruk. Wat moesten we gaan halen, Dave? Ik denk alleen een kaart van. De kaart naar waar we wat moeten gaan, dan weten we wat we moeten hebben. Dat weet ik niet. We laten eigenlijk staan en denken, ach ja, laten we dit maar meenemen. Ik moest de kaart lezen. Oké. Onthouden we dat goed. Nou, dan zien we wel wat we gaan laten. Oké. Dan zien we wat we meenemen. I love you guys. Oh. En vandaag heb ik iets uitgezocht waarmee ik hopelijk Jesse de lastig kan vallen. De vorige keer is dat gelukt, dit keer hopelijk ook. Jullie lopen een kamer binnen. En ik heb de camera een heel mooie half schetsje van gemaakt. Je ziet een zevental doorgangen. 6 zijn er open. En eentje staat door. Okay. En eentje is inderdaad dicht aan de overkant. Het is hier ook donker, maar je hebt de vorige keer een fakkel bij zich getreden. Maar die moet je ja, aanmaken, want het ging op water. Ja, en light casten. Ah ja, ja. Ja, fair. Ja. En er komt wat licht uit een aantal ruimtes. En dat zijn deze. Ga ik even erbij zetten voor het gemak. Is dat een camera? Ah ja, dat kan. Kun je er erbij zetten voor het gemak? Oh, dank je. Dus dat kan doen. Ja, als je nou gewoon even geduld hebben. Ja, ik vroeg het gewoon heel stil. Ik was gewoon een beetje te snel aan het varen. Te lang aan het varen. Hij denkt gewoon rekenen zonder dat zo'n crashbolletje te spelen. Ja, dat dacht ik. Ja. Ja. Moet de kassen? Nee! Ja. Precies, dat dacht ik. Ja, hoef ik niet zo te doen. Ja, dat is gewoon jongen. Zo geeft niet naast, Jerry. Ja, toch wel. Er zijn er een tweetal wanden voor je, wat willen die pokeball look geven. Oké. Ja. En dat is het, dat zijn jullie. We kunnen niet zien wat er achter die wanden, tussen die wanden in is. Het zijn echt gewoon dichte muren, zeg maar. Ja. Oké. Maar kunnen we aan de zijkant lopen om te kijken wat het in de wanden is? Of? Je kunt echt lopen als je ooit, ja. Waar gaan we naartoe? Lopen we gewoon naar links? Ja, lopen we gewoon naar het midden of willen we in iedere gang even kijken wat er is? We eerst naar het midden even doen. Kijk wat daar is. We lopen naar het midden van de kamer. We willen dus meteen zo om het hoekje van die muur kijken. Precies. Zo, even zo. We volgen. Boom. Doem, 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 doem. We gaan richting jullie links. Sure, ja. I don't know. Eerst links. Die links. Ja. Ja.
Binnenkant is. Er zit een oog over de tafel. Dat is even dubbeltje. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Jij loopt langs de ene ruimte waar ook licht vandaan komt. Oh, ik dolle. Tukkutukum. Fiu. Ik stel het even, bro. Nou. Loop die kant op. En je ziet die ruimte vol ligt met eigenlijk gesoept meubilair. En een licht komt van bovenaf in de ruimte. Oké. Okay. Effort. Als jullie doorlopen de ruimte erna, is pikken donker. En je hebt de light, hè? Ja. Ja. Dan zie je op een gegeven moment gang naar rechts toe. Sorry, naar links toe gaan. Oké. Okay. Lopen verder en zien daarna een hele lange, een heel lang pad. En je wil naar midden toe of richting... Ja. Richting het midden. Mooi. Dus hier zien we alleen dat hier licht vandaan komt dat het heel diep is. Dat is alles. Ja. Oké. Okay. Dat het redelijk lang de lengte in gaat. Oké. Ah, in het midden staat er zo'n sokkel. Mm-hmm. En er staan een drietal gebroken stukken steen op. Oké. Okay. Liggen drie van die plakaten liggen erop. Kunnen we die aan elkaar schuiven dat het één geheel wordt? You can most certainly try. Give me! En het eerste gedoe is gekomen. Ik denk dat het een 3D'er is. Misschien is deze ook niet even. Zo, dat is wel triest. Oh, inderdaad. Dat lijkt wel... easy peasy nimmend. Te kloppen, ja, dat lijkt te kloppen. Nu staat er mpa, sde, xem, yukul, volie, nopker, resek, vux. Oh ja. Pardon my French. Dus wat maak jij ervan? Nog niks. Jammer. Hier staat Rick maar dan bijna. Ja, maar ik dacht net ook, ik denk het is achter tevoren, maar alle andere dingen achter tevoren slaan helemaal nergens op. Nee, Jesse, dat trucje is aan jou gereserveerd, alleen aan jou. Misschien is hier het alfabet. En dan staat ook niet Rick achter tevoren, dan staat kikker. Te zien zijn de kleine letters zijn het alfabet. CDE, JKL. Ja. Ik denk dat we dadelijk een tekst gaan vinden die we moeten ontcijferen, maar dan moeten we dus al die andere. Ja, oké, cool. Zien we nog andere dingen aan de binnenkant van deze muren misschien? Nee. Helemaal niks? Nee. Staat er nog iets op de sokkel? Nee. Oké. Okay. Zijn deze stenen groot genoeg of klein genoeg om mee te nemen? Ja. Je hebt rugzakken bij, de passen. Oké, okay. We nemen ze mee. Hoe zit jij qua HP? Niet goed. Niet goed. Ik ook niet goed. Maar? We hebben allebei twee potions of healing. Zullen we die gebruiken? Zo gewoon allemaal één, gewoon meteen nemen. Zo. Nou. Oh jee. Ja, mijn baby Yoda is 14, ja, heeft nog iets. Ja, heeft ongeveer de helft van zijn HP nog. Ja. En die andere heeft nog maar 3 HP. Oké, ik heb bij van de 33 okay, die ik heb 6 van de 9. Ja. En ik heb 9 van de 32. HP. Ja. Ja, dan moet jij er allebei maar eentje pakken. Ja. Ja, nou ja, die 6 van de 9 heeft niet veel zin, denk ik. 1 healing potion, full HP, maar dan heb ik nog maar 9. Oh ja, dus ja, nou ja dan oké. Okay. Ik kan wel 2 aan hem geven, aan de big boy. Ja, oh ja. Ja, laten we dat maar doen. Ja. 1d4 plus 2. Per potion. Hier, Jesse. Oh, zeg je dat? Het is smooth. It's very sticky! Zas. Dank je ook hartstikke. Zijn er 2d4 plus 2, hè? Ja. Dus 8 heb je dan erbij. 8 heb je erbij. Dank je ook hartstikke koppeling voor je handige potions. Ja, dan geef ik inderdaad dan nog eentje. Ga jij geeft ook de 2 aan dezelfde. Chakko.
jammer. 3 plus 2 is 5. 3 totaal gedobbeld. Meisjes. Ja, sorry. Ja, dat kan je hebben in ieder in de groep, hè? Ja, healer. In 1 cure wound, zeg ik. Nog over, ja. Nee, 2 over. Ah, je hebt 2 keer gewoond. Ik heb 1 keer bless gedaan. Maar ja. Nou is het wel enigszins, ja. Ja? Ja, de Acolyte heeft sowieso maar weinig HP, dus ja. Acolyte! Ja, maar wie is de healer dan? De Acolyte of die andere? Nee, de Acolyte inderdaad. Die moet vooral een beetje afstand houden. Ja, een beetje. Oké. Okay. Maar niet heel veel uit, want jij is toch bijna dood. Maar goed. Welke die gaan we in? Eerst links gewoon. Gewoon stoelen en tafels nu. Is er een ding om te zien of ruimtes genummerd zijn of zo? Niets waar je kunt zien. Ik heb wel nog eens nu bijgezet voor het gemak om te zeggen waar je naartoe wilt. Ja, ja. 2, 3, 4, onbekend. Maar er is geen uber logische volgorde van de gangen of zo. Niet direct. Maar wat je wel iets op wanneer de deur aan de overkant waar het vraagteken bij die staat. Dicht is. Ja. Oké, ik loop daar naartoe. Nou. En ik kijk. Weet je het zeker? Ja. Wisdom saving throw! Nee. Strength saving throw. Strength. Je ziet daar een deur met stel 6 sleutelgaten erin. Oké. En allerlei rare krabbels en cirkels met rare vormen en zo. Die daar omheen zitten. Oké. Okay. Cirkel aan sloten, cirkel aan whatever that might be. Oké. Okay. Herken ik iets van de stenen een functie in combinatie met deze deur? Functie stenen met de combinatie met deze deur? De stenen die we zojuist gevonden hebben? Oh ja. Als ik naar de stenen kijk en naar de deur kijk, krijg ik het gevoel dat het iets met elkaar te maken heeft? Niet direct, maar als je rondkijkt zie je wel tot boven de verschillende passages. Dat daar ook allemaal letters lijkt te staan in het kozijn. Oké. Okay. In de kozijn. Mm-hmm. Gewoon helemaal rondom de deur zo. De bovenkant. Oké. Okay. Oké, okay, cool. Kan ik lezen welke letters dat zijn? Eigenlijk net zoals op de serie die je gevonden hebt, mm-hmm. Vind je al een vreemd assortiment aan letters bij elkaar. Oké. Okay. Okay. Misschien kunnen we dan met dit kunnen we dat dan ontcijferen. Who knows? Oké, welke ruimte gaan we naar binnen? Zullen we de eerste ruimte waar we naar binnen hebben gekeken, was waar we konden zien wat er was, laten we daar gewoon naar binnen lopen. Oké. Okay. Ja, dus dat is kamer 7. 7. En gaan we helemaal naar de eerste links. Een beetje nog. Wat? Dat is de eerste links. Nee. Dat is de eerste niet links. Waar. Ja, jullie krachtigste links betekent nummer 2. Toch? Ja, dat is de eerste links. Oké, is goed. Gaan we eerst links. Oké, we gaan eerst links. Kom, we moeten wel tactiek vasthouden, Jesse. Kom op. Altijd tactiek. Altijd de eerste links. Oh, dat is gewoon altijd onze tactiek. Gewoon maakt niet uit welke situatie. Gewoon altijd eerst links. Ja. De inscriptie boven de deur is S-Z-A-B. Schiep op, jong. Wil je een blaadje, Jesse? Ja. Ja. Net nu ik mijn kladblok niet bij me. Hoi, staat het antwoord op? Als dat zo is, dan ben ik heel helder zien. Sorry. S Z A B T A. De J van Jelle. En een U. T G U A. Oké. Okay. Zijn het allemaal letters in, zeg maar, de rare tekens? In lijkt het op de letters die op de stenen staan? Ja, gewoon common, zo gezegd. Oké. Okay. Hoofdletters of kleine letters? Hoofdletters allemaal. Oké, okay, cool. Waarschijnlijk het makkelijker graveren is boven de deur. True, dat is waar. De armoe is daarmee eens. Oké, er kwam geen licht uit deze deur, hè? Nee.
Maar één van jullie had light. Ja, ik heb light op mijn dagger. Dagger. Ja, ik kan ook light, is dat? Is dat op de kleine boy? Ik kan ook light. Jazeker. At will. Ja, dan doe dat. Cantrip. Oké. Okay. Doe dan eens light op. Oh nee, ik had geen schild. Ik doe light op de big boy's mace. Okidoki. Jullie komen... Oh! In de ruimte. Wie had dat verwacht? Dat we in een ruimte zouden komen. Ik hoop dat er genoeg ruimte is. Je komt in een papaduim eens even kijken. Ah ja. Wordt uitgelegd. Voor jullie staat een bronzen schaal. Oh. Op een sokkel. Oh. Okay. Ja. Je weet wat er met schalen gebeurt in mijn games. Mm-hmm. Zolang genoeg wacht. Dingen maken. Oh, komen er ancient demons naar voren. En je ziet een aantal grote stenen kisten aan de zijkanten staan. Daar een vijftal kisten. Vijf. En ze hebben die grote stenen kisten. Met een gesteerd plateau erop en gewoon een lijn die wat van weg houdt. Lijkt het op een grafstombes dingetjes. Die vibe krijg je wel. Ja. Zeker als je een beetje rond de... I think ziet it's er... bodies. Je ook dat er iets ingegraveerd zit namelijk in de stenen deksels. Ja, eens kijken. Oké, okay, ga eens voorzichtig kijken met de big boy. Ja. Loopt er naartoe. En ziet er inderdaad eigenlijk verschillende wensen op staan. Oh. Ik hoop dat die nooit tot vervulling zijn gekomen. Ja, van mogen je ziel het juiste signaal als vinden, allemaal dat soort religieuze leuzen. Oké. Okay. Wat wil je nog gaan doen? Laten we de schaal even bekijken. Oké. Okay. Niet aanraken, hè? Nee, ik moet tegen zombies vechten. Ja, ik heb geen zin meer. Ik heb geen zin meer tegen zombies vechten. Jij gaat met... Of met Kleine? Oh ja, dan moet ik natuurlijk even kijken wie het slimste is om dat te doen, hè? Dat is altijd... met de Kleine, met Baby Yoda. Je loopt in die schaal toe in het midden. En het... je krijgt de geur van... een soort van kruiden. Kom je site tegemoet. Oké. Okay. En in de comments zie je eigen stand te liggen. Wat een beetje de feel van wierook heeft. Incenses. Oké. Okay. Is er iets geschreven op de schaal of zo nog? Of, Nee. Maar wel eens een religion check voor me. Dus een intelligence als je geen privacy hebt. Hoppa, 18. Er staat je al een vaag verhaal bij. Van verschillende... buitenlanders vind ik het heel vervelend, maar niet mensen buiten Neverwinter. Okay. Die in een geloof, wat dan ze bijgeloof hebben, dat als ze betaald raken van de wierook in zo'n ruimte, dat ze kunnen praten met hun overledene familieleden. Oh. Want dan komen ze uit de kisten als zombies! Ja, yeah, maybe. Zie ik ergens wierook staan? In het bakje zit onder andere diezelfde geur. Daar zit nog wierook in. Weet je naar op van de schaal? Zo van, ja. Zo'n niveau. Hierboven ligt de instelling en met jou in de te vallen. Aan kan steken. Willen we een beetje wierook aansteken voor deze mensen te eren? Oké, ga je gang. Ik ga bij de deur openlijk staan. Beide mensen. Doe het weer van de bed. Degene met de backpack houdt de bag of caltrops klaar. Om die op de grond te gooien wanneer er zombies komen. Oké. Okay. Zo. Ja, als kom op, dit is overduidelijk zombies. Ja, moet ik het niet doen dan? Ja, doe maar. Jij wou het doen. Nee, ik vraag het niet. Nee, je wou het doen. Nee, dan wil ik het niet meer doen. Ik loop ook weg. We lopen naar de volgende kamer. Twinlings! Gedoe altijd met jou.
Nee? Ja. Hallo, jij gaat zombies oproepen. Niet waar. Nee. Kunnen we later nog terugkomen als we willen. Ja, precies. Kunnen we lopen naar deze kamer toe. Ja. Staat er ook iets bij de deur? Ja, ze hebben er een inscriptie. F. J van Jiske. S. A. G. V. O. V. A. Het zit als drie. Ja, woorden is een goed woord. En drie letters. Eerst is vier letters, dan tweede is twee, laatste is drie letters. Dan kan ik bij die andere ook nog zien of het meerdere woorden waren? 4-4-4. Ik wilde nog inderdaad vragen, maar toen dacht ik, nou ja. Het zou kloppen, ik zal vast wel doen. Lukt de letters al wat ontcijferen? Nee! Oh, okay. Sorry hoor. Sorry hoor. Fijn zo'n teamwork. Je wil niet samen tegen zombies vechten? Nee, natuurlijk niet. Hallo, ik heb 6 HP. Okay, dan ga jij nou kijken. Oké. Okay. De kamer waar jullie inlopen heeft een heeft verschillende leeponnen. Je ziet namelijk een groot om en om patroon op de vloer. Uh-huh. Van een wit en zwarte vlekken. Uh-huh. Of in dit geval blauwe en witte vlekken. Oh. Blauwe en lichtwijze. Ja. En de witte poppetjes geven een zachte gloed af. Oh. En nu moet ik Dave even extra bedanken. Want ik had geen schaak, in ieder geval, ik heb hier zo'n reisschaakspelletje, dat is heel klein. Ik weet alles op schaal, nee, maar dat is dit een stuk leuker. Zeker waar. Welke kleur zijn wij? Dat is een heel racistische vraag, stel. Jullie komen binnen en doe ik eventjes draaien dat jullie de goede kant op kijken. Met wit aan. Ah, ik moet hem heel omdraaien. Helemaal omdraaien? Ja. Maar oh, zo dus, komen jullie de kant. Oké. Okay, ja, jullie twee zitten als jullie binnenkomen. Ah, oké. Okay. Dus okay. Kant. Vanuit de zijkant komen we. Bij 4 en 5 daar kom je binnen. Oké. Okay. Nee? Ja. Ja. Okay. Zo ja. Ik zit hier perfect voor namelijk. Dus, oké. Okay. Zitten wij er perfect voor? En alle witte poppetjes geven dus een faint glow. Je mag eventjes die vakjes gebruiken als vakjes waarop je staat. 4 en 5. Ja, daar kom je binnen inderdaad. Oké. Okay. Alle witte geven licht. Ja. De tegels ook. Nee, dat is niet. Oké. Okay. En die meneer Schermer is een spel middenweg verlaten. Moet ik spelen of? Die komen we certainly try. Oké. Okay. Ik denk dat die stukken wat groot zijn om op te telegramen. Ja, maar moeten we zwarte stukken verplaatsen? Ze zijn inderdaad levensgoed overigens. Wie is aan de beurt? Weten we niet. Kun je, als jij het terugrekent, kun je best wel weten wie aan de beurt was. No. Er zijn 3 dooien. Ja. 1 zwart, 2 wit. Ja. Maar van 1 koningin op een hele rare manier ook. Ik heb het gekeken bij jou, je ziet die tandwielen gaan. Ik wil door de kamer kijken en vooral goed kijken of er langs de muur of zoiets te zien is. Maak maar eens een perceptione check. Poepie poepie, poepie 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 poepie. Oh, die moet ik hebben. 20. 20. Netjes. Eens even kijken. Er zijn een paar dingen die opvallen als je de ruimte rondkijkt. Je ziet even al die schaak. Oké, okay. Zie je al die schaakstukken staan? Die witte geven een stukje een faint licht, waardoor de ruimte best verlicht raakt. Aha. Maar geen foutje wat op aan, hoe zeg je nou, de ridders, de knights. De paden. Ja. Ja. Oké, okay. Okay, wat valt me op aan de knights? Dat ze allemaal als een van de echt enige schaakstukken op het spel. Voorwerpen vast hebben die niet van hetzelfde materiaal gemaakt zijn als hun lijf. Kan ik ook zien wat voorwerpen? Zoals zwaarden en schilden.
maar dan niet gemaakt van hetzelfde hout waaruit ze gekerfd lijken te zijn. Maar ijzer. Ja. Oké. En één zwaard valt helemaal op. Aha. En vooral de eklijst zal er even schrikken. Dit is namelijk een Adamantine Longsword. Maar ook de speler Jesse misschien ben ik ooit kwijtgeraakt, ja. Als een van de dingen om kwijt te raken. Adamantine Longsword. Ik weet helemaal nog niet wat het waard was, jongen. Oh man, wat een deed criticals. Vooral nog steeds een double attack doen. Dus ja. Oké, er is een mat in 1. Dan weet je het al alvast. Een mat in 1? Mat in 1. Mat in 1 zet. Dus speel je even met zwart of even zit? Als ik wit speel, is er een mat in 1. Oké, okay, duidelijk. Ja. Als ik met zwart speel, is er geen man in 1, maar dan zijn we niet heel ver weg. Ja, maar de mat in 1 is ook niet meteen, zeg maar, sterk. Jawel. Een schaakmat. Het is wel gewoon klaar. Huh? Ja. Mag jij, dan zie ik hem nou niet. Deze griplog is fantastisch. Nasty ass smile. Als je wit bent. Ja. Mat in 1. Dus het is wel klaar. Ik smijt dat niet een nek, man. Nee, zeker niet. Wil je hebben nek? Ik zie hem niet. Kun ook een, het kan zijn dat ik van de zijkant kijk, maar ik zie hem niet. Je kunt ook het paard gebruiken, maar dan heb je geen mat en dan ga je gewoon de koningin opjagen of wel toren pakken. Indien we zwart zijn, moet ik nog even denken of daar een mat is. Is iets moeilijker? Kan wel. Die naar voren. Jesse, het keek je moeilijk. Ja, ik ben aan het zoeken wat hij bedoelt, maar ik zie het niet. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden voor zwart als zwart aan de beurt is. Maar ik weet niet of zwart aan de beurt is. Logischerwijs zou denk ik wit aan de beurt zijn. De stukken die niet meer op het bord staan, zien we die ergens anders staan? Nee. Zijn er ergens brokstukken? Maar we zijn perception check. 18. Geen enkel brokstuk gezien, geen splinter. Oké. Aangezien wit gloeit, ga ik ervan uit dat wit aan de beurt is. Goed? Ja. Oké. Dan loopt mijn big bad evil guy, mijn big boy, zeg maar deze, loopt naar dit schaakstuk, deze hier zo, en ik wil hem duwen, als het lukt, die kan op naar hier. Nou, sterker ook, mensen denken van dat ga ik doen, zie je hem al, die kant op schuiven. Oké, okay, hier naartoe. Mag dat? Dan als ga ik deze slaan. Als dat een aangepaste, of als dat een nette moment is om te doen, dan mag dat. Oké. Okay. Wat heb je gedaan? Ja, kijk, zie je, dan doe ik het eens weer, hè. Dat komt door het schaakspel. Wat? Ja, ik heb de koning en de koningin door elkaar gehaald. Ah! Omdat hier weer dat kruis mis. Ja. Nu is het mat. Ja, dat klopt. Mooi dat je de koning niet meer kent als hij een kruis mist. Ja. Oké. Okay. Diegene wat je tegenaan tikt, gaat op in niks. Mhm. En ineens hoor je wat. Maar ergens een Nika van bord komen. Waar? Die kan er nu aan bord komen. Yep. Oké, okay, dat is dus die wat verdwijnt, neem ik aan. Daar komt het geluid vanaf. Nee. Oh. Ja, nou, het komt daarna als die al weg is. Oké, okay, dan loop ik er voorzichtig naartoe. Oké. Okay. Heel voorzichtig langs stukken door. En dan valt je nog bij de. Bij de blauwe koning, of wel zwarte koning, die geen koning meer is als de Jesse. Geen koning meer. Nou, dus het kruisje daarmee. Ja, oké. Okay. Wat is daarmee? Er is een vakje opengegaan in zijn borstkast. Oh my god! Ik bekijk het vakje wat in het vakje ligt. Ren er naartoe! En liggen sleutelen. Oh. Een zwarte sleutel. Een zwarte sleutel. Oh my god. Oh my god. Zal ik hem opschrijven in mijn backpack? 1 keer... zwarte sleutel. Oh, sleutel.
Suttelen. Schaak. Oké. Nou, dat was een snel potje. Ja. Nou, die sleutel zal wel in die deur dadelijk moeten. Misschien. Hoeveel sleutelsoorten waren daar? Zes. Zes? Dacht ik. Oké. Nou, prima. Top. Moeten we nog iets hier doen dan? Gloeien de witte stukken nog? Nou ja, het is hier altijd een lichtbron voor deze ruimte. Okay. Ik wil gewoon voor de grap eens een keer richting die koning lopen. Ja. En gewoon kijken of ik daar ook zie dat er een vakje zou zijn. Ga je maar eens een investigation check voor me alsjeblieft. Investigation. 5, 17. Nou, top 2 helemaal af. Er is zelfs geen enkele uitsparing wat je zou moeten wijzen op een. Oké. Okay. Om het eigenlijk iets. Oké. Okay. Kan ik deze weer terugschuiven? Ja. Kan ik dan deze terug of zo? Nee. Oké. Okay. Dan blijf je daar staan. Moet je wel met de wind blijven staan. Hè? Nee, en dan, als je hem slaat, probeer gewoon, ik schuif gewoon iets naartoe wat helemaal niet kan. Kies een schaakvel wat ik niet aan de regels had. Oké, ik schuif deze hier naartoe. Nou, in principe, wat de regels voor schaak zijn, die moet je hier ook aanhouden. De rest van de stukken hier bewegen. Okay. En zwart was helemaal niet. Oh! Nou, echt oké. Okay. Zelfs fysiek een duw aan zwart. Echt, nee, dan houden we erop. Dat is een vastgelast aan de vloer. Ja, dit was het. Dit was het. Ja, precies. Easy peasy lemon squeezy. Ja. Nou, zullen we gaan? Moeten we het zwart en schild zo niet meenemen dan? Ja, dat was ik ook een denk. Oké. We nemen het zwaard en schild. Ja, in totaal kunnen we dus 4 longswords vinden, waaronder dus één elementijn. En je vindt een 4-tal schilden met een reflecterend vergezien de bovenkant. Mijn big bad boy. This round steel shield has a flat surface that is polished to reflect as clearly as the finest mirror. Plus 2 is een schild, plus 1. Plus 2 armor class. Als je proficient bent daarmee. Hoe kan je het zien? Je hebt de Thug en Acolyte. Ja. Thug ja, of nee? Ja, ja, daar ging vanuit. Sorry, wat dan die schilden? 4 keer een schild? 4 keer een schild with a flat face that is polished to reflect as clearly as the finest mirror. Wel een beetje lachspiegel, want het is wel rond, maar. Dat is plus 2 AC. Yes, voor de mensen die kunnen raken. Dan moet je strength. Nee, het ligt aan de glas wat je hebt. Oh. Je hebt de cultist en je hebt de scout en dus beide een nee. Jammer. Dat vind ik jammer. Maar een zware daarentegen. Long swords. Cultist niet. Ja, de rest wel. Short sword, nee, dan de Acolyte zelfs ook volgens mij. Maar dus de spion kan dat wel? De scout, yes. De scout is ranger, een martial weapon proficiency. Dat is geen ranger, dat is een ding. Scout. De. Oh, wacht, rogue. De rogue variant. Daar heb ik mee inderdaad. Ja, allebei kan. Voor eerlijkheid. Oké, okay. Nou, dan kun je en 2 nieuwe zwaarden en 2 nieuwe schilden vragen. 2 nieuwe zwaarden? Sorry, 1 schild. En nog net 2 zwaarden. Hoeveel doen zwaard? 1D? 8. Ik pak wel of in de 10 two-handed. Ik pak in de 10, ja oké. Okay. Ik pak wel een zwaard. Zij weten het niet. je moet er iets af die spullen pakken? Nee. Oké. Okay. Het is zelfs redelijk makkelijk om ze uit te krijgen. Nice. Dan draaien we om. Gaan we om? Ja, dan gaan we terug weer naar de grote ruimte. Toch? Nou, deze mag je even je schaakspel doorschuiven als je wilt. Nee, gewoon opzij. Als het goed is, zijn we deze niet meer nog. Deze puzzel hebben jullie gekleerd. Easy peasy lemon squeezy. Dus je krijgt zelfs je 3 ontbrekende stukken terug. Woehoe! Mensen thuis nog een volledige schaakspel. Op een kruisje en 3 ballen na. Top? Ja. Ja, goed, jullie komen dus uit deze kamer.
Oké. Okay. Volgende kamer? Volgende kamer! Oké, okay, volgende kamer. Kamer 5. Staat 4. 5. Wat staat daar? 5? Ja, er staat 5. 5. 1, 3, 5. 7, 6. Nee, dat is eigenlijk een 4 wat vier, dat staat op. 6, 5. Nee, de 4 heb je aan de andere kant geschreven. Ja, dat is een 5. Nee, dat is een 5. Dit is een 5. Nee, dat is een 5. Dat is een 5. Oh, wacht. Nee, wacht. Wij zien het verkeerd om. Wij zien die inderdaad. Ja, nee, klopt. Nee, Rick heeft gelijk. Ja. Nou, het was wel. Ik wil niet zeggen. Ja. Echt? Maar precies dus in de hoek waar wij in kijken waren, was het precies anders. Ik ben blij dat je de schaakbord hebt gebruikt. Dat maakt het een beetje beter, maar dat was heel sexy. Oké? Okay? Heel sexy. Ik zou je vaker laten meenemen. Mag. Nee, met een dikke stift en dingen tekenen is inderdaad niet altijd meer succesvol. Wat doe je nou? Nou niet dus. Doe nou niet zo. Dat is nog heel. Nog heel. Oké, what is the next room? Heel veel duistere rook. Oh nee! The darkness! Consumes! Als je magical light. Komt er niet doorheen. Oh. Lijkt niks te doen. Oh. Zou ik overigens een riepeltje weer boven. Daar is je koud, dus zonde. Kunnen we iets om deze rook weg te krijgen? Blaas, super hard. Constitution check. Gewoon die gang is gewoon al gevuld met rook. Yes. Kan ik wel boven de ingang nog iets zien staan? Oh, ja zeker weer. TG. Dank je. VP. Spatie. Spatie. SZA. SZA. Spatie. Spatie. TJV. TJV. Beep, 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 beep. Oké. Ja. Ja, laat even links liggen. Ja, de volgende. Hoe kom je nou bij de A-linus? Wat? Hoe kom je nou bij de A-linus? Tot het daar staat. Moet je niet andersom denken? Ik denk het niet. Niet zeker? Nee, ik denk het niet. Oké. Ja, we komen erachter. Precies. Wat dan? Ja, Jesse is van de... Ik weet niet of het zo moet hoor. De meest voorkomende letter in elk verhaal ooit is de E. Ja, daar zit hij erin. En vaak is de N ook eentje die ja, de top 3 staat. We komen er vanzelf achter, maar niet uit. Dus ik vind het best nog plausibel. Mm-hmm. Maar dat is E, Ere, en non, Nen. Oh, en non! Nu is al duidelijk. Hopelijk krijgen we dadelijk iets wat vanzelf sens maakt. Gaan we naar 5? Laten we even langs de vraagtekendeur lopen. Oh. We lopen langs de vraagtekendeur. Easy enough. Kijken of in één, want er zijn 6 sleutelgaten toch, hè? Ja. Ja. Kan er een van de sleutelgaten pas de sleutel die we hebben? Ja. Hey. Derde sleutelgat. Klik. Kung, 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 kung. Oké. Laten we inzetten of pak hem terug. Laten we hem zeker? Nee, oké, pak hem terug. Dan gaan we maar eruit. Ja. Oké, dan lopen we naar kamer 5. Kamer 5? Die gaan naar kamer 5, oké. Okay. Kijken we of er iets staat. SZA. SZA. Spatie. Spatie. HV. HV. GE. GE. ZSN. ZN. Spatie. Spatie. NZ. NZ. GA. GA. WP. WP. Beep, 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 beep. Ik hoop dat ik ze allemaal heb, man. Je ziet hier een... Bij 5 zie je nu een lange gang. Een goede 60 feet lang. Je ziet dunne stralen. Licht. Lasers! Reflecteren door de hele ruimte heen op verschillende patronen. Reflecteren, weet je wat wij hebben?
reflecterende schild, hè? Dat klopt. En je ziet wederom een sokkel aan het uiteinde staan. Ja. En nu staat er een sleutel rechtop. Maar het is een lange gang, maar aan het einde... Het is een sokkel met een gouden sleutel. Oké, okay. En in die gang zijn allemaal die lasers. Mm-hmm. Cue music! Doom, 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 doom. Als die rechter voor je om te zetten, I will. Doom, 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 doom. Ik probeer een reflecterend schild... probeer ik tegen de straal te houden. Kijk wat er dan gebeurt. Oké. Okay. Pak het schild. Doe hem tussen. En je weet hem af te buigen. Oh my god. Dan 2 aan 2. Toch? En dan schilder zo. Ja, maar ik kan die schild. Kan ik ze wel dragen? Of kan ik het niet als schild gebruiken? Ja. Dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed idee. Oké. Okay. Mag ik van jullie? Nee, is pan pan, hè? Pan pan. Dat is de ringen. Mag van ons? Nee, mag niet. Group performance check. Een intelligence check. Oh. Intelligence check. Okay. Ik heb een 16. Mag je eventueel als je met investigation mag je die gebruiken? Ik heb een 16 en een 9. Oké. Een 10 en een 2. Oh, wait a second. Je hebt advantage via de schilder, sorry. Oh! Ik was aan het denken van, hè, ik hoor 2 dobbelstenen. This can't be true. Een 16 en een 9. Oké. Okay. Een 13 en een 9. Ah. Oké. Okay. Succes! Jullie gaan naar voren toe. En er zijn een paar momenten dat je dat uit je loopt en geeft zich iemand. Move it! Kijk hoe move it! Oh, kak! Dat je verder gaat. En zo ligt dat afbuigt ten opzichte van elkaar. Yeah. Soms ook gewoon naar elkaar om iets af te buigen de andere kant op. Yeah. En die komen op een gegeven moment zonder kleerscheuren. Yeah. Achter in de ruimte. Woe! Trul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  We hebben niet zo'n zakje zand. Ja, moeten wij een zakje zand hebben. Ik heb wel een zakje ball bearings. 999. Heb jij? Ik heb tot 1000. Ik wil even kijken. ik wil even kijken of hier ergens nog iets te zien is. Op de sokkel of in de ruimte. Maar eens investigatie check gewoon. Oh my god. 8. 8. Dan geef je even een spieken. En op een gegeven moment doe je heel voorzichtig eromheen lopen, maar het scheelt hier is namelijk geen licht meer. Maar je bent dan lomp genoeg om tegen de sokkel aan te stoten met je teen. Oh, en de sokkel is los, dus op een gegeven valt hij om. Oh my god. En je hoort iets brokkelen. Oh my god. En de sleutel ligt erop. Ik pak de sleutel op. Snel terug. Snel terug. We gaan snel terug. Je rennen terug, die gang in. Ja, met de schilden. Snel is moeilijk. En ieder voor zich met een schild? Dat is zo moeilijk. Of gewoon zo arm in arm. Zo mijn acolyte en mijn thug rennen zo samen. Ik ben voornamelijk de thug die de acolyte meesleurt. Vanaf waar hoor ik iets afrokkelen? Vanaf de sokkel. Onder de sokkel. Onder de sokkel? De vloer bij een zakje. Ja. Wat gebeurt daar? Mag ik kijken? Oké, okay, gebeurt vanuit mijn neus en je gaat erin, je draait om. En je ziet dat ook de sokkel een compartiment had. Oh! Oh! You just smashed the door. Yeah! Oh. I created some very. Oké, okay, wat is erin? Ja. Nog een sleutel. Een steen. Nee! Oh, steen. Een wire. Oh, hij heeft hem mee. Gewoon ja. Ik wil hem hebben. Ik wil hem hebben. Wire. Voor mijn acolyte. Of voor mijn thug, sorry. Wire. Oké. Okay. Heb jij nog iets? Loop terug. Volgende ruimte. Ja hoor. Oké. Okay.
Advantage intelligence checks alsjeblieft. Ook 2000 op de top. Je hebt een 13 en een natural 20. Ik heb een 10 en een natural 20. Wauw! Teamwork makes the natural, natural 20 work. Daarmee ontwijken jullie 50 D8 radiant damage. Ik heb dit niet gemaakt. 50 feet diep. En voor elke 5 feet krijg je, kun je in die 8 radiant damage krijgen. Ja, als we dus niet in die schilden hadden gedacht, of ze niet hadden gehad, dan waren we hier zo... Dan was er een acrobatic check die ook had kunnen helpen, wat veel grappiger had gemaakt en veel meer zweet had opgeleverd. En die had je wel 2-3 keer moeten dobbelen waarschijnlijk. A half their base movement per turn. Met een acrobatic check. Dus ze waren plus minus 4 geweest om elke keer niet 1 tot 2 die 8 damage te krijgen. Nice. Ik, dus, wilde... uitmuntend gedaan! Woe! Ik wil de waaier even openmaken. Oh. Mag je waaier open? En echt je haren golven in de wind, de hele flikkerse zooi. Dit waait best hard. Wat doe ik? Er komt echt wind vanaf? Er komt echt wind vanaf. Terwijl ik er niks mee aan het doen ben. Je hebt hem opengemaakt, dat weet je nu. En nu waait het opeens. Uit dat ding, ja, krijg je weer een heftige hoes. Wat? Oh. I activated Jesse. Jij mag even door. Ik wil hem wel terug hebben, dank. Want dan wil je die nodig hebben. Ja, maar ik wil de waaier. Kan ik ook? Okay, kan ik ook? Staat er eens op de waaier? Ik wil mijn kattenharen laten wipperen. Als je draconic spreekt, staat erbij. Maar pussy hairs. Maar sorry, als je draconic spreekt. En daarentegen de cult fanatic en de acolyte mogen voor mij eventjes een intelligence rol dobbelen. Woo! Intelligent! Kun jij draconic? Ik heb een 15. En ik heb een. En ik heb een. Want je hebt alleen acolyte. Huh? Een acolyte. Oh, 15 dan. Any language. Usually common, maar any one language. Ja, je kan er wel eerder moeten van zijn. Kan er ook de conic van maken. Ja. Nee, kent. Je zou wel commoners. The rule of ignorance. Ik heb het niet gemaakt, hè? Ik heb het niet gemaakt. Oké, in ieder geval 15. Jesse ook? Oh, moest ik ook dobbelen? De cult fanatic ook, en die heb jij. Oh, sorry. Een? Intelligence check. Zaad. Toch, mijn rogue is niet de cult fanatic, hè? Nee. Dat is die andere. Zaf. Jouw valt in, wacht eens even. Je hebt ooit gehoord van een windfan. Windfan. Eens per dag kun je daar de spreuk gust of wind mee doen. Nee! Snel, hè, naar de gang! Snel, ren! Hoe lang doet gust of wind? Ja, dat is een goede vraag. Hij staat nu nog aan. We rennen naar kamer 4. We rennen naar kamer 4. Ik had hem bijna dicht gedaan. Dat was een gebakboog en dan was het te licht. Dus al panikerend. Maar vind je even een strength check voor als Jesse ding rondzwaait en misschien iemand wel in die grond aan duwt. Hoeveel? Strength check. Hoeveel? Van allebei mijn karakters. Ja, of van iedereen. Iedereen behalve die hem vast heeft. Oké, 13 en 6. 14. Oké, 6? Ja. Is de slag of is het de acolyte? Het is de acolyte. Oké. Okay. Ziet de acolyte geen moment? Je rent er langs, geen moment waar je een kant op. 50 feet. Dus je landt hier weer in de chestkamer in één keer weer. Oké. Okay. Ja, ik ga terug, weer die wind. Ah! Eer dat... Jesse, die maand die kleine heeft? Ja, ja, die kleine. En daarvoor staat. Zo begint te wapperen. Ja. Geen misschien je een pad te staan naar voren toe. Ja, ik loop naar voren toe. En ik zeg tegen olifantenman dat hij achter me aankomt, want hij heeft light. En dan kan ik eens wat zien. Die lopen door deze ook lange gang heen. Dat is ook zo'n hele lange gang. Eens even kijken, en dit is 60 feet lang, 10 feet wide, dus je maakt het hele gat open.
achter de muur aan zie je toen een paar wat donkere rook blijft rondslingeren. Heel panikerend tegen die muur geblazen wordt elke keer als jij dat ding zo vasthoudt. Je loopt verder en verder. Als hij hier op de grond wilt liggen. It's a rock! Oh my god! Nice! Je wilt zeggen, als je in het donker opgelopen was, had je heel veel pijnlijke tenen gehad. Lego blokjes. En er zijn zelfs een paar plekken waar je gewoon ziet tot de. Tot er gaten in de vloer. Oké. Okay. Niet heel erg diep, maar wel met een paar venijnige spijkers omhoog om je een totaal aspect te laten halen. Wat hebben we weer een geluk? Hebben we goed gedaan. Hebben we een goede tactiek, Dave. We gaan echt goed, hè? We hebben die Kevin nooit meer nodig. Zet Kevin deze video pas veel later zien. Dat is één klein dingetje. Oh jee. Oh, no. Je komt aan met even de tunnel. Oh no. En dan is er ook een sokkel. Oh no, no, no. Oké. Okay. No. Met een sleutel. Ja, je zou zeggen van wel. Maar het is weggewacht. Toek! Er zit hier een muur op, liggen op de grond achter. Oké, okay. Wat voor kleur sleutel? IJzer. Gewoon een ijzeren sleutel. Oh my god. Schrijf jij hem op? Ja, oké. Okay. Blijkbaar hou jij alles bij. In plaats van ik met mijn inventory sheet. Wat een inventarie. Fijn, die teamwork van ons. Ja toch, dat doet goed. Teamwork makes the dream work. Nee! Kijk eens of er in dit sokkeltje ook een compartiment zit. Zit er in dit sokkeltje ook een compartiment? Mag eens een investigation checken. Investigation! 9. Ik duw hem gewoon om. Computer suck 9. Kan ik hem omduwen? Yes, you can. Ik duw hem om. Heel demonstratief. Duw je een sokkel om. Geen compartment. Oh. Zie je maar een compartment? Nee. Gewoon geen compartment. Gewoon de tegel eronder. Krak. Schudderen. Oké. Okay. Is hier nog iets anders te zien? Je ziet die zwarte vlekken tegen de muur op. Dus dat staat er wat. Tot je geen met je wapperen. Opeens alleen maar wapperen is zonder de extreme winden. Ja. Run! Mag ik de waaier hebben? Ja, hier. Ik gooi de waaier. Oh nee, wat is dit? Die schaduwen komen samen. En er is een wezen dat heel pissig kijkt. Tot die maar omgevallen van je, Jesse. Run! En is de waaier. Ik geef je snel de waaier. Bam! Oh! Gaat het, Jesse? Ja. Dat wil net. Alles gedobbeld? Ja. Zijn die gevolgen weer gedobbeld? Oh, maar sorry, initiative. Initiative. Ja. Oeh, sorry. 20 gevolgen. Ja. Wacht, was dat Dex erbij, toch? Ja. Oké. Okay. Jesse heeft 20 gevolgen. 22. Van de? Van de? Scout of the... Oh, van de Rogue. De Scout. De Rogue! 25 gevolgen. Ja. 16 en 17. 10 ervoor. Oké, okay. Is het Falcon 17? Of is het? Nee, Acolyte. Wacht trouwens. Nee, sorry, wel fuck. Wat? Ik doe wel wat eerst voor de Acolyte. 500? Ja, 8. 8 voor de Fanaticus. Wat een ballen dingen. Scout als eerste. Jesse. Run! Heeft u hem al gezien? Ja. Jammer. Misschien was ik verstopt achter de waaier. Moet u weten, ik heb een paar keer gekrabbeld op de kaart. Ja, dat zijn de gaten. Dat zijn inderdaad de vervelende plekjes. Ik weet wel waar ze zitten. Ik Ja, ik val hem gewoon terug, hè? Okay, ze gaan naar voren toe, mijn zwart.
Nee, de rogue eerst. Ja. Doet je fan weg, pakt even je zware. Ja. You attack the darkness. 16 om te raken. 16 om te raken is voldoende. Hoppa. 5 damage. 5 damage. Hoppakee, doet het. Tweede attack. Elf om te raken. Mis. 11 damage, hè? Nee, niet 11 damage. 5 damage. Oh, 5 damage, dankjewel. En dan doe ik nog even een disengage. En dan? Naar achter. Ja. Oké. Plots komt de rook terug in de ruimte. Van achter begint die kant op te kringelen. Thug! Thug! Thug smash. Almost certainly try. Want de thug denkt... Dus gaat hier naartoe. Hoe loop jij? Hoe loop ik? Ik stond hier, hè? Mm-hmm. 1, 2, 3. Oké okay, dan. Advantage? Zo neemt erop. Ja, ik word niet. Maar ik vraag het even. 13. Is raak. Woe! Met mijn nieuwe Amata Longsword. Eerst twee handen. 1, want ik heb een shield vast. Ja. 7. 7? Ja. 7 schade erbij is ja. Genoteerd. Tweede attack. 13. Kak. Woe. Lekker. 7. Zeven erbij. Precies hetzelfde. En dat was het. Okidoki. Kan je staan? Ja. Kidden. Anders krijg ik een attack van Tanta. Acolyte. Moet ik even kijken wat dat nog wel was. Een momentje. Wat wilde je doen? Een spel. We zijn toch een spel aan het spelen? Ja. Mijn accolade doet Sacred Flames op de boy hier. Oeh, radiant damage. Ja. Nice. Dus ik mag van die een Dextarata zijn vraag. Ik heb een 10. Dat is niet genoeg. Klopt. En ik heb even goed nieuws voor je. Oh? Wat heb je dubbeld? Hij doet. Met K2. K2! Hij is vulnerable to radiant damage. Ik heb een 6 gedobbeld. Of moet ik gewoon 2 keer dobbelen? Nee, ja, mag ook. Maar we doen de critical regels ook 1 volledig 1. Is het critical? In zekere zin van ability krijg je dubbele damage. En in dit geval allebei 12 damages. Ik doe goed, ik ga allemaal 12 damage. 12 damage. Je ziet het licht. Terwijl het licht verschijnt, zie je eigenlijk in alle. Zie je het beest gewoon verdwijnen. Het licht schijnt. En het licht gaat er weg. En deze shadow is nergens meer te bekennen. Flatske bam! Of zoals ze bij D&D zeggen, swing! Oké, zullen we nu rennen? Het is dus, jouw beurt nog steeds, hè, met de boy dus. I run to the outside. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoe doe er ook in? Blazend. Geef voor iets langs. Langs je. Het zal al. Waar is je rotzooi? Ren door. Ik kook je buiten aan. Maar. Je was niet alleen. Ik zat er in de rook. Nee! Schaduwpuppen achtervolgt je. Auw. Een elf om te raken. Dat is raak. Weet je dat zeker, Dick? Ja. Om een hourglass is 10. Jij krijgt
6 damage. I'm dead. En kreeg min 3 strength op je score. But I am dead. Oké, ze is min 3 strength op je score. But I am dead. Nou, jullie horen... Terecht. Is dat gebeurd? Jesse. Je bent. Dat klopt niet. Dit is de puzzel op hem lossen. Jesse, je bent. Je wil nog vallen, ja. Die ene is dood. Ja, de B snap ik even niet. Ik heb de rest nog gehad, maar ja, alleen okay. B klopt nee, okay. Niet. Moet ik even kijken? Goed, ja. Misschien, ja. Die zijn allemaal weg. Dan... Wat is hier een B? Ja, dat is hem net. De B heb ik niet. Die andere heb ik opgelost middels de andere dingen. Maar de B, daar zou het die moeten zijn volgens mij. Ja. Dus daar is een B en die klopt niet. Dat moet een L zijn, okay. Maar daar de L klopt niet. Ja. Dus misschien moet er een andere letter. Oké. Ik ga teruglopen voorzichtig. Oké. Okay. Met de Fnatic, en dat is in jouw geval die, hè? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mag wel eens hier een dexterity check voor maken. Ja. Je ziet niet meer exact uit waar dat zo'n plekje was hier geweest. Drie damage. Natural 6 damage. Loopt. Geen met zakje onder toe. En met je voet op zo'n mooie spijker. Fritst, door de schoen heen. Wow. Trek je voet terug. Je denkt, ah, hi, ah, oh, oeh, ah. Je hebt geen actie, wat doe je? Ah. Behalve een beetje schreeuwen pijn uit. Zit de spijker nog in mijn voet? Nee, heb je die eruit getrokken. Oké. Meer terug, actie. Ah. Je hebt nog een actie, je hebt. Zit ik veel. Light, zie ik me veel. Ik kan er helemaal niks mee. Je zit in het donker. En met light heb ik niks aan een rook, toch? Zeg je nog, de light is steeds actief van zojuist, dat is goed. Dave's lichtje, die is uit, dat klopt. Kan ik ook dashen nog? Ja. Dan dash ik. Ja, daarvoor wat doe. Tot je even, even opschrikt naar de muur toe gaat. Als je achter zo'n schaduwwezen voorbij komt en de acolyte daar op de grond ziet liggen. Met ja, een stuk dunner als zojuist, als zijn spieren zijn weggevreten. Ja. Had ik nou 3 of 6 damage? 3 damage. 3 damage. Want je hebt 3 gedobbeld en... Ja, maar ik had een 1 gedobbeld. Oh nee, 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 er is geen critical damage bij, bij die dingen zo. Oké. Okay. Dus dat eindig gebeurt? Ja. Dan is je scout. Die gaat ook terug. 1, 2, 3, 4. Ah, dat je er zin op. Natural 20! Gaat gewoon mooi langs, alsof er niks aan de hand is. Ja. Je hebt een bonus actie in actie. Hij dasht. En zijn bonus actie. Wauw, wat is er aan de hand? Oh, die heeft een bidding. En dan heeft hij een sneak attack. Oké, okay, ze gaat lang. Oh, daar iets. Huh, is dit? Heeft hij een sneak attack? Dat is 11 in de 5 feet, dus ja. Oh ja. Oeh. Kletskabam. Eerste aanval, natural one. Dus 5 op raken. Ben je al achtergekomen welke dice de slechte dice is? Jesse? Nou, deze heb ik en 20 en 1 mee. Jesse, ja? Je staat flanking. Hoppa, 18 op raken. Jesse gaat van bonus. Het is wel raar dat ik en doordat hij daar staat mag aanvallen, zeg maar, extra goed. En dan ook nog eens. Het is gewoon even... Je bent gewoon niet, niet gewend om een rogue te spelen. Is gewoon, ja, is precies. Ik ben niet gewend om zo'n rogue te spelen. Moet je eigenlijk hoe Kevin zich voelt in één keer van rogue naar een normale range? Ja, ja. Als je, ik had al die D6 niet meer nodig. Ja, opeens kon hij niks meer. Ik heb een hand, smart. 3 damage. En dan nog een keer, want ik heb 2 attacks. Oké. Okay. Oh, kut, 8 om te raken. Nou, ik ga gewoon zeggen nee. Dat was ik ook van. Oké. Fog? Ja, please. Yay. 1, 2, 3,
5. Dexterity saving throw. Oh, dat is weer een check, sorry. 6. 12. 12 is voldoende. Woo! 6. 1, 2. 3. Ik kon half uit de roos. Wat is er aan de hand? Oh, dat is een nieuw wezen. Ik blijf heel staan, I guess. Ja, dan kom je niet verder. Ja. Verdammt korte beentjes. En dan tweede attack. Nee. Eerste attack. Dan heb ik een dash gehad. Dus, wat is het? Oké. Jesse. Ja. Aangevallen. Wat word ik aangevallen? Wie? Je scout. Oké. Scout. 18 te raken. Dat is raken. 5 necrotic damage. Min 3 op je strength score. Oké, waarom? Omdat de aanval van dit wezen je fysieke kracht vermindert. Scout is bij Biola, toch? Ja. Min 3 op mijn strength score. Als je 14 strength zou hebben, krijg je maar 11 over. Ja, ik heb 10 van mijn 7 over. Dus dat betekent dat je je backpack niet meer kunt gaan dragen. Min 2 is dat, hè? 7 is min 2, ja. Dus je nog een strength attack van plan was of een athletic check? Dan denk je... Nee! En zelfs ook gebeurt met de Echolet, juist. Ja. Die het dus wel langzaam moet gaan redden, want die moet nu gaan dubbelen voor zijn AP. Dat saving throw voor de Echolet. Oh, nee! 13. Dat was een succes. Stenen. Dat was het beestje. Dan zijn we nu weer terug bij Jesse's scout, Baby Yoda. Goed weten, volgens mij gebruik je je dexterity voor attack rolls. Oké. Misschien om... Hoe ziet hij eruit? Als een bol schaduw en zwart. Ik weet niet of hij gevonden is of iets dergelijks. De vorige ook niet, maar die ging op in licht. Dus Oké, ik ga onconventioneel zijn, maar vooral omdat ik dacht net iets gehoord te hebben. Ik laat mijn backpack vallen. Ik pak een torch. En ik steek die torch aan. Cool. En dan doe ik zo. Get back! Oké, je hebt je door aan te maken en begint te zwaaien. Ja. Fair. En heet hij dan? Het deed af en toe even terug, maar. Niet zo ver als in. Ah nee, paniek, rennen, weg. Oké. Mag ik mijn. Nee, dit was mijn actie natuurlijk, hè? Dat aansteken en pakken. Oké. Dan. Ja, ik blijf gewoon even staan. Oké. Dat is prima. Dan zijn we bij de Thug. I attack. I'm sorry. I smack him. Met een 10. Dat is onvoldoende. Maar ik heb wel het anders. Dus eigenlijk is het nog altijd een 10. Maar tweede attack. Met een natural 20. Ja! Dat was wel ik. Netjes. 8 plus 5 is 13 plus 15. 15 damage? Ja. Lekker man. Jezus. Tik lekker aan, ouwe. Zit dat? Hoe gaat het er doorheen? Wat het is. We gaan altijd mis en zo, maar dat is de andere kant ook. Fiu fiu. Dus. Dat gezegd hebbende. Is de schaduw. Vanwege jouw vlammetjes valt het jou niet aan. Dit keer. En ik was dus nu de thug. Oh, ja, ik weet het, dat ben ik. 11 om draken. Ik ben Dave. 11, dat is mis. Dave. Ja. Dave, kijk wat er staat. Ja. Maar het gaat even deur 2. Dat zijn de zombies. Ja, maar ik denk dat dit de zombies zijn uit deur 2. Dat zijn niet de zombies. Want deze kwam van achteren. Nee, dit is gewoon... Nee, ze zijn gewoon toevallig ook bang voor vuur. Tuurlijk. Is goed, dit zijn andere spoken. Is goed, dit zijn andere spoken. Ja. Prima. Is goed, dit zijn andere spoken. Ga jij maar met je zwaard een spoken weer. Wie begraaft er nou een hond in een tombe? Mensen die een... Nee! Heel veel nee! Een hond. Nee, Jesse, nee! Ik kan jou echt zoveel voorbeelden geven van honden die begraven in een tombe, denk ik. Ja. Ik heb de honden mini gemaakt omdat het een andere donker, maar wel doorzichtige mini is. Dat is een rookwezen. Dat vind ik niet eigenlijk. Ja. Dus daarvoor is een puppy. Ik vond een blauwe gebruiken niet heel thematisch mooi. Anyway. Dus ik zeg het je even voordat je nu verder gaat met je tombe honden plan.
Anyway. Fanatics is. Kan niet! Want ik ben dood met die gast! Geef een healing potion. Dat heb ik niet meer. Ja, ik ook niet. Dat is het probleem, want hij is dood en hij kan fire doen. Dus ja. Collateral damage, kan gebeuren. Het scheelt hij misschien om met de kaart weer hierin te krijgen. Dat is gelukkig. Val hem aan. Doe maar wat je wilt doen. Jij wil het best. Oh, ben ik er het best? Oh, ben ik er het best? Oh, nou, dan doe ik Sacred Flame. Je olifant doet Sacred Flame. Je zit al staan. Dat is een deck safe, hè? Ja. Bezinkt die rollen? Ja, jij moet die rollen. 11. 11, dat is te laag. Dan ben ik. 10. Woehoe! Wat is 1d6? Mm-hmm. En ik ben vulnerable. Dus wat je dubbelt, wat je goed wil doen. Is er nog een plus? Nee. Ik heb even niet klaar liggen. Nee. 10 damage. 10 damage. En wees. Ook die verdwijnt. En ook de zwarte missie wat er hangt, blijft van wat hangen. Maar ik wat verminder alleen door wat als normale rook weg te hebben. Voor nu. Nice. Eens kijken, dan is de scout nog aan de beurt. Daarna moet Dave nog een keer een dead 7 doordobbelen. Medicine check. Kijk, je moet even houden hoe het werkt, dat is fijn. En ik kan geen... Ja, healer's kit. Kan ik hem daarmee makkelijker... Healer's kit is gewoon één puntje opgeven. Hoef je niet te dobbelen, is automatisch stable. Dan doe ik dat. Toppie. Op de Aqualad. Dat snap ik. Drie. Ik slaap nog niet. Ja, nou, 4 uur in ieder geval. Of heb je 2 plus 1? Dat is 1 plus 1. Ik had 3 gedobbeld. Nou, de 4 dus, totaal. Ja. Zullen we hem eventjes naar het midden slepen, dat hij daar een beetje rustig kan liggen? Is het wezen al weg? Het wezen is weg, ja. Oh, oké. Okay. Jess heeft je afgerekend. Want ze zijn namelijk bang voor vuur! Zullen we de Acolyte Pussyboy even naar het midden slepen? Je kunt hem ook wakker maken. Is hij wel één exhaustion? Niet dat hij veel doet. En als hij wat doet, is het Sacred Flames en dat is een dexterity voor de ander. Ik kan wel Lay on Hands op zichzelf doen dan. Cure Wounds. Cure Wounds, ja dat klopt. Maar dat is gewoon HP, niet technisch met Exhaustion. Nee, maar dan één Exhaustion nu is wel oké. Okay. We mogen laten liggen tot we hem nodig hebben. Dat vind ik ook prima. Maar we gewoon een vierde man vanaf het begin hebben dat er iets gebeurt, is wel handig. Oké, okay. Dan moet je wakker maken. Dan moet je hem wakker maken. Pis over hem heen. Dan ga ik hem ook zo wakker maken. Flik hem op. Baby Yoda doet zijn broek op knieën. Tuurlijk Baby Yoda. En poept op zijn hoofd. Word ik waar? Sadly so. Sacred flame on your dick. Noem maar, dik 70. Oh, je profoon, noem maar. Doe maar, ga je toch halen. Kom je met een rogue. Roger. Kom je met een rogue. Deck safe, hè? Ja, kom, dat heb je zo gehaald. Is het een 1? Nee, 4 in totaal, ik had een 2. Voor allebei balletjes. Nou, doe je damage maar, jong. 6! Is het 6? It's 8. Ja, maar jij bent dan een 1d8, je moet een 1d6 doen. Nee. Jawel, D6. Sacred Flame is ook 1d8. Radiant. Dat heb je net nog opgezocht. Nou, dat is 1d8. Ja, ik vroeg net 1d6. Dus, ja, Ventier. Ventier. 1d8. 8 damage! Your dick smells like fire. Nee, oh my god. Weet je wat je hebt gedaan? Weet je wat je hebt gedaan? Ik ben dood. Ik doe wel Cure Wounds dan. Oh my god. Cure Wounds! Rotjo. Ja, nee, hallo, je bent een rogue. Ik ga nog wel even zeggen, hoor, ik stuur de same verhaal. Lullig lopen doen en dan maak ik rock en dan maak ik rock. Ja, fuck jou! Fuck jou! Fuck jou! Nou, je krijgt wel, kijken. Waar zijn ding is, wisdom. Krijg je wel 9 HP erbij. Nou, dat is wel mooi. Dankzij mijn Cure Wounds. Ik bedoel maar. Ik hoop jullie nooit te treffen in een escape room met z'n tweeën. Dat is toch leuk? Oh, zellig. Die heeft zorgen voor een puffje. Ik scherp zijn hoofd. Ja, ik heb het wakker. Goed smack. Ik wil hem eigenlijk weer aanvallen. Dan bedenk ik me... Wacht even.
Ik voel me ongeveer 1 HP beter dan juist. Ik denk dat die olifant en die andere beetje staat te kijken van... Waarschijnlijk. Oké, we blijven hier buiten. Ja. Je zegt ernaast het. Ja. Ik heb ondertussen iets opgelost. Oh my God, en een fout ontdekt, of we hebben gewoon iets verkeerd overgenomen wat Rick verteld heeft. Ja. Bij deur 2, ja. Daar moeten we trouwens even naar terug, want dan kunnen we namelijk nog iets gaan doen. Ja. Om waarschijnlijk een sleutel te krijgen. Ja. Bij deur 2 stond boven de deur waarschijnlijk in codetaal They Fear Fire. Okay. En aangezien er al 2 spoken zijn geweest, verwacht ik dat er wellicht nog 3 zouden kunnen komen. Okay. Laten we hier een kampvuur maken in die ketel. Torches. Ik kan ook gebruiken. Ja, ik leg een torch erin, ik leg er incense bij en zo, zodat het goed fikt. Met wie doe je het? De Baby Yoda heeft nog een torch en we lopen gewoon allemaal binnen. Toch? Ja, dat is goed hoor. Oké, je maakt er geen met exhaustion achteraan? Ja, de acolyte is achteraan, ja. Oké, gaat hij naar die kom toe? Hij zit het vuur aan. Oké. Dus vuur aan. Wacht even. Op een gegeven moment hoor je gekras in de tombus. En het geluid van ratelende botten. Oké. Ik geef de rest ook een torch. Zodat iedereen een torch heeft. En dan heb ik geen torches meer in de tas. Een torch is een uur lang aan. Ja. Dus het was van zojuist waarschijnlijk gewoon steeds aan. Oké, dan geef ik nog 1 ander iemand een torch, zodat we er 2 hebben. Oké, okay, dus je pakt allebei een torch. Ja. Een jetst. En willen we een tombe openmaken en ze dan gewoon 1 voor 1 zo choepen? Ja, dat kan. Als ik maak wel met een thug een tombe open, dan doe jij met iemand... Doe ik de fire, Sacred Flame. Dus dat kan ook, ja. Ja, dat is de makkelijkste aanval namens. Sacred Flame is geen vuur. Radiant. Maar Radiant is ook goed tegen... Maar dat heeft tot nu toe iedere keer dubbel zoveel damage gedaan. Op de schaduw deed inderdaad dubbele damage, dat klopt. Nou zo, dit is gewoon oké. Dit is gewoon alleen tegen vuur niet goed kunnen. Het is wel flame-like Radiance. Ja, zo zal het eruit zien. Het is zo'n elektrisch tillig. Geeft wel de schijn, maar het is niet bepaald vuur. Oké. Ja, maak er eentje open en dan... Hebben we een andere vuur? Echt een vuuraanval iets? Aanval met een torch doet fire damage. Gewoon slaan met een torch. Oké, dan moet jij misschien niet die tombe openmaken, maar je hebt het sterkste. Want dat is een strength attack, toch? Dan moet die juist met die torch gaan aanvallen. Ja, dan moet jij hem openmaken. Vind ik ook goed. Ja, dat is goed. Doe dat. Oké. Dit is met de kracht dat ik geen strength damage heb gekregen. Ja. Oké, dan. Je gaat naar de eerste... Maar zo gaan we die toe open. Niet hier in het midden, helemaal een hoekje. De allereerste zo. Ja, die, ja. Dan gaan we niet zelf meteen insluiten. Doe het open en je ziet daar een restant van botten en beenderen in een harnas. En ze echt een hoekje toe gaan zodat het stuk open gaat. En je doet iemand aan de exekel toe kruipen weg van het licht. Oké. Okay. Blinde paniek terwijl je geen ogen meer hebt. Nee, maar dat we hier een sleutel moeten vinden, dus we moeten gewoon degene opmaken die een sleutel heeft. Ja, dus ga met de fakkel bij en dan hij wil weg van de fakkel. Dus hij hoeft er niet eens aan te vallen, maar misschien ligt er iets in de tombe inderdaad. Is goed. Maar we zijn perception check komen. Ik of Jesse? Degene die kijkt. Ja, de Baby Yoda komt wel kijken. Oké. Okay. 12. Dan zie je hier in de verte niks in liggen. Dichtmaken en wonen? Ja, is goed. Dan is het... En dan is het... deel wordt gekrast aan de zijkant. Oké. Okay. Volgende open met de fakkel vast erbij en zo. En dan... kijken we weer als we niet aangevallen worden. Oké. Okay. Kijk hier, wederom de volgende. Ja, ook vol in paniek. Maar niks in de tombe. Oké. Okay. Dan doen we deze weer dicht. Dan gaan we naar de volgende. Prima. Oké. Okay. Studeren.
gegeven moment doet hem open. Gezondheid. Gezondheid. En achter je lijkt het vuur in de kom te doven. Oké. Okay. En op het moment dat jij nee, denk ik, oh nee. Het zijn toch zombies? Ja, het zijn geen zombies. Het zijn alleen maar botten. Undead. Potato, potato. Tiju, tiju. Potato, potato. Toe. Dat je alleen vuurwas hebt, maar in ieder geval dat ding in het midden niet meer brandt. Uh-huh. Zie je, hij begint te klauwen naar jouw, naar je torch. Jouw torch. Mijn torch. En doet hij met een disarm. En een disarm is een aangepaste actie. En dan moet je een attack roll maken tegen jouw athletics of acrobatics. Als deze skeleton... zijn best om de torch uit je hand te mappen. Oké. Wat heb je gedobbeld? 13. 8. Nice. We hebben krasje dat ik zijn armen ga weg bottom. Aangezien de Aqualighter het slechtst naartoe is het handig dat die het meeste afstand houdt. En Baby Yoda geeft zijn fakkel aan de Aqualight. Eerst wel weer met Nish Rolls, want de andere twee hoor je een paar deks van je steen afbreken. Als de undead opstaan! Jammer. Undead! The undead! The undead! Ik wil een beetje hoe het gaat, omdat. Initiative Rolls! 20 of hoger. Oké dan. En 15 of hoger. Ja, 18 voor de thug en 17 voor de acolyte. Oh, nice. Goed hè. Oké, acolyte moet gewoon wel snel dat bier ook aanmaken. Acolyte. En eens even kijken. Tien of hoger. Ja. Baby Yoda heeft 12. Mm-hmm. Baby Yoda, van 12 voor zijn initiatief. 5 hoger. De olifant heeft 8. Olifant heeft 8. Oh, oh, oh. En dan gaan we. Okidoki. Met. Momenteel 3 kamers opgelost. De 4e in een combat. Krijg je even langer de tijd om voor te bereiden en ook jullie puzzel een keer te checken als je even een pauze pakt. Dum tikka 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 dum 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 dum. Thank you.
Voor de pauze waren wij gebleven bij Undead Skeletons! Die aanvallen nu het licht in de kom in midden uitgegaan is. En dus de wierook weg is. Terwijl jullie al twee kisten hadden gecheckt op een aanwezige sleutel. En het antwoord is nee. Daartegen Jesse heeft wel net voor de pauze gezegd: ik heb de code gekraakt van de deuren. Ja. En we gaan zo eens kijken of dat ook klopt. Als we de laatste paar deuren ingaan. Maar nu hebben we een initiative gedobbeld. Oh ja. En beginnen we bij degene die wat in de kist ligt. Ja, maar. Die staat op en begint te hakken op de Loxodon. Oké. Dat is, als ik het goed heb, de Fanatic. De olifant. Ja. Ja. De olifant. Ik zie hem vanaf hier. Natural one. Dat antwoord is 9. Dus dat gebeurt dan. Ik val aan. Doe maar met de torch. Ik val aan met de torch. Pak dat. Helemaal top. Heb ik het advantage want ik sta... Ja, ik heb het advantage. Waarom? Pack tactics! Ah ja, dat klopt. En wat is een dingetje ook alweer? Een 1d4? 1d4? Of gewoon improvised? Dat is goed, dus is 1. 1. Oké, maak er maar 2 van, want ik heb een natural 20. Je bent even aan het checken, want er komt de zure strength erbij. Oké. Even make an attack with a burning torch. Die moesten we hebben. It is 1 fire damage. Dus 2 fire damage. Ja, geen strength? Nee. Jammer. Tweede attack. Boah, lekker man. 2 fire damage. Wow. Ja, ja. Natural 20. Natural 20. Dat is 4 damage. Oh, de spooky skeleton. Fire damage. Belangrijk. Ja, fair. Dan zijn we de acolyten. Sacred Flames! Op diezelfde. Kan ik hem wel zien? Oh! Weer een 1. That's a fail. Nou, jij hebt 20, ik had 2-1. Gaat lekker zo. Yeah! Dit is 5. Radion! 5 radians erbij. Zie. Lijkt hij niet zo heftig als bij de... Als bij de shadows. Ja, het is gewoon damage, man. Niks precies, daarom. Het is gewoon damage, daar gaat. Deze komt zijn top uitgekropen. En gaat richting de thug. En jij ziet rondom zijn nek. Oh. Iets bungelen. Oh. Sleutelbeen. Sleutelbeen. Deze is niet zijn sleutelbeen. Maar het is wel een sleutel. En deze sleutel is gemaakt van. Brons. Oh. Ik had gehoopt dat je bot zou zijn. Het staat er niet. Ik denk dat je die puzzel zelf bedacht hebt hier van Jesse. Dat heb ik jou normaal gesproken voor. Moet, die bouwt je even aan. Heeft gemiddeld gelukkig flanking. En daardoor heeft hij met een 21 goed te raken. De thug krijgt 2 damage. Oh nee! Oké. Okay. Baby Yoda. It has been written down. Baby Yoda rent naar de comment binnen. Schuift wat incense erin en duwt je vakken er tegenaan. Oké. Okay. Om het in de fik te zetten. Oké, begin te smeulen. En daar bij de lair action gaat hij aan. Brazier. Dat is mijn actie dan, hè? Ja. Ook een layer action. En dan doet hij een hide actie. Hide. Midden van de kamer. De gang in. Om het hoekje. Ja. Gaat de gang in, gaat meteen om het hoekje klaarstaan. Want ze komt. Oké. Dan is jouw olifantje. Oké. Die doet Sacred Flame op wie? Op de dichtstbijzijnde bij jou, zeg maar. Die wat in die kist. Ja. Oké. Okay. Ja. Dex safe, hè? Ja. Ik heb een 9. Dat is te laag. Het was 1d8, hè? Ja, 1d8. Ik heb dat fout gemaakt met die van. Ja, maar was toch doen. 7 damage. Deze ook. Haha!
En die valt stukken onder, uit elkaar in de... Ja, dat je gewoon een verzameling bot in plaats van iets in de menselijke vorm. Dus dat gebeurt. Wil je het lopen of zo? En de acolyte beschermen misschien? Ja, ik ga tussen de acolyte en... Ja, daar, precies. Precies dat. Ja, goed zo. En that's it. Okidokie. Ja. Dan zijn we bij... De laatste van de skeletons. Komt eruit. Loopt ervoor toe. En begint in te steken op de lolifant. Want die heeft grote lichtjes, dat is niet cool. Maar hij mist je. Nice. Door precies eens met jullie eens die ze komen. Oh, hij mist je. Schattig. Oh. Dus dat gezegd hebben, dan zijn we nu bij... Het Lair vuur. Action. Het vuur. Yeah. En terwijl Beest aan de vlam is zat. En de rook zich verschrijft met het vuur ook. Zien ze alle... Voor ze kijken ze zijn frightened. Hey. In een beurt moeten ze weggaan van de source of fire. En ze op dit moment op attack rolls gezien, zolang het aanstaat. Hey, I smell an attack of opportunities. Het staat in principe 3 beurten aan. Oeh. We zijn sowieso eerst nog aan de beurt. Dus. Nu is het dog. Degene staat voor je. Pak ik gewoon mijn zwaard. Je kunt slopen, je kunt ook gewoon ik zou gewoon sleutel doen wat pakken. Nu het meeste oké, okay, ik pak de sleutel. Ja, dat is die disarm attack die ik net ook zei. Ik doe een disarm. Disarm van een thug. Vervangt je aanval, of hij vervangt je actie eigenlijk. En dan maak je een attack roll. Tegen Athletics of Acrobatics van de Skelly Boys. 17. 14. Woo! Dus terwijl die afweer zo'n vuur. Kak! Trek je het over. Dat helpt wel als een attack? Dat is je attack. Dit is je action. Multi-attack? Nee, is je attack. Oh. Dit is je action, sorry. Dit is je action. Oké. Okay. Maar hey, je hebt gewoon wat je moest hebben. Ik heb wel de sleutel. Got it. Zo'n bonde sleutel vast. Dus dat lukt. Wil je lopen of blijf je staan? Doe ik weg voor staan. Oké, dan zijn we de acolyten. Sacred Flames! Op dezelfde. Want ik ga te maken van als hij nog leeft. Leeft hij nog? Nee, die is dat ook. Dan pak ik de gele. 12. Oh, ik heb ook 12. Geen probleem dus, geen damage. Supermooi. Nou, dan was het dan. Oké. Okay. De gele is. De gele rent terug in zijn kist. Do I smell an attack of opportunity? Die mag je gewoon maken. Yay! Alhoewel, wacht even. Nou, ik sta het goed doen. Wat? Ja goed, je hebt een hand schild vast, een hand zwaard. Je hebt net het ding van zijn hand van zijn nagel gepakt. Maar ik vind het prima gewoon dat mee heb je gerest zo, prima. Een torch was geen zwaar. Oh. Maar ik wil best wel een zwaar aanvallen. Oké, val je mijn torch aan in dit geval. Maar he, jij bent je handen vol, maar kom goed. Oké, okay, heb je nog advantage? Nee hè, want er zat geen... Nee. Ah. Dat is advantage, maar... Jammer, dan heb ik 21 om te raken. Dat is net raak. Oké, okay. Dan krijg je 1 fire damage. Want torch. Wark. Oké. Okay. Dat was dienstbeurt. Doet de kist ook weer dik. Trek er weer dicht om het licht bij te houden. Dan zijn we bij. Baby Yoda. Snikattacke! Ik hoop dat het hoekje die afgelezen door het vuur. Wel beter dan. God. 12 om te raken. Dat is voldoende. They are not wearing armor. Dus. 3. 5, 6, 9, plus 2, is 11 damage. Dat is Nice! Yeah. It's a plasma. This is how we do it. Nou, oké. Okay. Dan hebben we de sleutel. Yeah. Ze hebben een brons en zilver en ijzer en een gouden sleutel. En op 2 beurt is het vuur aan. Kom, we maken die laatste kist open. Welke laatste kist? Die wat terug de kist in gekomen is. Oké. Okay. En dan? Gewoon. Okay. Zeker zijn dat hij nooit meer terugkomt. Goed. Ze maken open en dan wezen allemaal Flinger Flames, ja. Torches. Iedereen doet ready action en eentje maakt de kist open. Ja, is goed. Oké, okay, wie doet de kist open, wie doet de ready actions? Als de kist open gaat, heb ik ze weer sneak attack, toch?
Want hij heeft mij nog niet gezien. Want het is wel een verrassing. De thug maakt de kist wel open. Ja. Oké. Okay. Goede strength. Ja. Oké. Okay. Deur open. En dan hebben we dus twee keer een Dynama Sacred Flame. Ja. En één keer een sneak attack. Ja. Ik haal één saving throw. Mag jij de saving throw? Oh jee. Ben je sneak attack gedaan? Mooi video. Klinkt jou jongens, fijn. Eén. Ik heb 9 om te raken. Dat is 9. Ja. Heb je geen advantage? Hij ligt op de grond, hè? Ik heb 4 en 5 genomen. Tweede attack, kom. Oh ja, ik heb 2 attacks. Ah, oh, oké. Okay. Oh! 23 raken. Niet dat je veel kans hebt, maar je bent... De doden in rust. Stunnen stap, licht in de kist. Je hoort alleen maar het geritsen van botten. En terwijl je uit elkaar flikkert aan alle kanten om erbij te vliegt. De rust is definitief verstoord en soort van wedergekeerd. Precies. Rest in pieces. Dus dat gebeurde deze gruesome act van de voorvader van Nieling. Nice. Heeft deze sokkel nog een compartiment? Nee. Zegt hij weer maar. Het is gewoon gaaf. Oké. Okay. Nou, kamer 6 of kamer 7? Eerst zo. Dus kamer 6. Oké, okay, we gaan naar kamer 6. Oké, okay, jullie lopen naar kamer 6 toe. Ja. En kamer 6 is niet zozeer een kamer. Maar voordat we naar binnen lopen, staat er iets boven de deur. Ja. Daar staat het volgende. T. O. W. W. Dus van hè, Willem en zo. O. I. S. Z. A. W. A. T. S. Wederom in de Willem A. T. S. Willem. De Willem. Die houden nog niet, dus dat moet dan 100%. WATS. Oh, Dave! Jesse, mag je raden wat hier stond? Hier, ja. Stond of staat? Wat staat hier boven de deur? Sorry, vertel even voor de rest, wat is de kamer? Jullie zien de gang die op een gegeven moment afbuigt naar links. Oké, okay, maar een smalle gang, kom verder. Okay. Wat zou je hier doen? Ik weet niet. De eerste links. Oké, okay, we gaan de eerste links. Is er een optie? Dit is een gangenstelsel. Ah. Altijd. Ik niet ga tekenen, want meesten zijn leuker als jullie je weg gaan pointen. We nemen altijd de eerste links. Je gaat eerst keer naar links toe. En op een gegeven moment draait het meteen om naar rechts. En als je dan naar rechts kijkt en nu die weg volgt, zie je één weg naar links en eentje rechtdoor. Die afweg naar rechts. Toch? Links? Links. Gaan wij naar links. Kom een langere gang terecht, die het einde afbuigt naar links. Het is gewoon nog steeds dezelfde gang. Het is geen splitsing. Oké. Okay. Zolang er geen splitsing is, gaan we rechtdoor en anders gaan we het eerst links. Ja. Oké. Okay. Ja, leuk. Ga links toe. Op een gegeven moment zijn er twee terwegen. Eentje direct linkshoekje op. Eentje rechtdoor. En als je iets in linkshoekje omgaat, is er ook eentje wat daar naar binnen naar rechts toe gaat. Neem links. Links. Je loopt naar links, je loopt iets verder. Tot je hem bij een door het einde komt. Oké. Okay. Rol om D20. Jesse. Ik niet? Jij mag de volgende doen. Hm? Jij mag de volgende doen. Oké. Okay. Natural one. Excellent. Maakt het nog uit wie die in zijn grond heeft? Nee. We are all dead. Ja vent, laat me nou zien wat er op de deur is. Geef het voor je. Als ik tijd vertel. Als we dood zijn. Ik ben even aan het twijfelen, ik kijk heel even de rest van je 10 minuten aan. Maar je hoorde zo van
Lubbe zijn neus ophaalt. En echt gewoon een beetje de gang in. Klinkt redelijk goed. Haal ik even je neus op? Nee. Nee? Ik niet. Oké. Okay. You're not alone. Oh. Damn. Oké. Dus dit is de doodlopende gang? Ja. Oké, okay, wat doen we nou? De eerste links. Oké, okay. Dus we volgen gewoon de muur zo. We volgen de muur. Oké. Okay. We volgen de linkermuur. Ja, dus we lopen in principe terug op. En totdat we ergens naar links kunnen. Ja. Precies. Oké, okay, in principe naar die gang rechts, wat net een van de twee gangen rechts was. Ja. Gewoon de eerste links. De eerste dan. Oké. Okay. Ga naar één. Op een gegeven moment buiten naar rechts af. Dan is er een T-splitsing. Links. Links. Links toe. En zo'n lange gang die geen moment afbuigt naar links. We gaan rechtdoor. Ja, we gaan rechtdoor. Dan buigt hij heel onnatuurlijk voor jullie af naar rechts. Oké. Okay. Blijven we volgen. Ja. En dan is er weer een T-splitsing. Links. Links. En als er geen links is, maar rechtdoor, dan is dat links. Oké, okay, nu kun je rechtdoor. Of naar rechts. Links. Of wel rechtdoor. Ja. Je volgt is een klein kronkel. Als je met doodloop het einde komt. Oké. Okay. Deze rond wil ik komen. 10. Tof. Oké, wat nu? Links. Dus terug op. Terug op en eerst links. Ja. Je gaat links toe. Geef maar een hoekje om. Als we eens een enorme bijl richting de My Jesse zouden, Jesse heeft de lead nemen gaan. Ja. Ben ik klaar voor Jesse? Ja. Ik heb niet. Waar kan een labyrinth niet zonder? Een Minotaurus. Exact in mijn no. Fuck. Yeah. Je zei dus zo vrolijk. Jesse, 16 om te raken. Dat is raak. Dat is mooi. Wie staat er vooraan? De Baby Yoda. Baby Yoda is getting hammered. 10 damage. Baby Yoda is dood. Dat is een gegeven moment omhoeken. Extra omlaag geslagen hier, Baby Yoda. Je ziet dat maar één enemy is, heeft er niet zo heel erg veel zin. Dus nu zijn jullie. Dat is even trouw. Nee, pas in ogen, je moet toch. Het is eentje van mij en dan vier van jullie. Dus ah, oké. Ik kan wel zeggen, ja, we gaan nu beginnen met die, maar. Klopt. Dat is één fail. Heftig. Wat doet. Jouw fanatic? Ja, dan moet ik even die spels gaan zoeken. Ik kan niet zo snel in de kop zitten. Fuck it, ik doe spiritual weapon. Oh! Spiritual weapon! Someone's bringing out big guns. Big guns! En kan ik die net achter de Minotaurus laten verschijnen? Nee, want je moet kunnen zien waar je hem cast. Oké, dan cast ik hem voor de Minotaurus. Oké. Okay. Even kijken. Blablabla. Mag je een spell attack doen? Spell attack. Plus dus 18 om te raken. Dat is voldoende. 1d8 plus de spellcaster ability modifier. Zeg ik dat goed? Ja. Dus 1d8. 5 damage. 5 damage. Op de grote Minotaurus. Waar ook op verschillende punten ook. Vooral nu je dichterbij bent. Ziet het niet van vlees en bloed gemaakt is. This is a rocky okay. Bastard. Weet je, het thema blijft natuurlijk van elkaar. Je staat. As a bonus action on your turn, you can move the weapon up to 20 feet and repeat the attack against the creature within 5 feet. Elke beurt, ja. Sorry, concentration, of zolang dit... Dus je mag hem nog een keer aanvallen. Nee, dit doe je niet. Is een bonus actie, elke subsequent turn kun je dat nog een keer doen. Je hebt één keer aangevallen bij het casten. Ja. En dan kun je elke beurt doen met de spiritual weapon. Ja. Dus voor de beurt kunnen we aanvallen. Oh, en ik mag hem zelf aanvallen dan.
Oké. Ik snap hem. Dus zeg je, ik heb mijn actie gebruikt om het wapen te maken. En het wapen valt aan. Oké, zo moet ik hem lezen. Oké, cool. Duidelijk. Oké. Dan zijn we bij de stoom. I attack her with my sword. Oké, je rent er naartoe. My adamantine sword. Doe je best. Staat er een ally binnen 5 feet van deze boy? Bewiel ligt op de grond en jij bent even ver af met switch weapon, dus nee. Oké. Heb ik wel advantage? Nee. Jammer. Dan is het wel een 19 om te raken. Oké dan. Ja, is goed te raken. Jee. One-handed. 6 adamantine damage. One-handed, oké. Okay. Dit ding valt onder een stukje construct. Oké. Wat is adamantine? Gaat ook makkelijk wat op je. Crit damage, dus je hebt 14 damage totaal. Lekker! Dus de minotaur is gemaakt van de mace. Tweede attacker. Mm-hmm. 13 om te raken. Dus raak. Hey. Dit is ook een mooi uitgraf hier. 6, 8. Plus 8 dan. Dus nog een keer 14. 16. Oh, 16 dan, sorry. Ja. Zo, hé. Hey. Kauw! Zoals ze bij D&D zeggen. Swing! Hé, dat vond ik echt een paar stukken al eruit. De Minotaur is wounded. Yeah! Come at me, bruh! Is eigenlijk leuk. Sacred Flames! Want ja. 5. 3. Radiante. Damage. Oké. Okay. De Taurus. En valt de closest target aan. Oh, you damn bastard. 9 om te raken. Closest living target? Ja, gelukkig wel. Miss. Dat is nou een miss. En het schild. I've got a shield. Had best wel damage kunnen doen. Because I've got a shield. Met 9 had ook zonder shield niet geraakt. Klopt, maar toch. I got a shield. That's even throw. Come on. Come on, boy. 15. Ah, come on! Hoi. Dus dat gebeurt. Elefant. Ja, met de special weapon niet vergeten. Oké. Wat doe je eerst? Ik kan wel een cantrip doen terwijl ik mijn concentration behoud, hè? Ja. Ja. Dan doe ik een sacred flame en een spiritual weapon, valt hem een keer aan. Oké, sacred flame. Heb ik gehaald, geen damage. Jammer. 17 gedobbeld en ik heb geen minder de trefvaardige. 13 om te raken. 13 om te raken is raak. 7 damage. 7 damage. That's it. Oké. Okay. Tot I attack her with my sword. You can most certainly try. Terwijl die klap pareert van de stenen Minotaurs. 22 om te raken. Steek je zwaard naar voren toe. 5. Dus 12. Damage. 12 I attack her second time. Doe ik het voor 23 om te raken. Dat is ook raak. 16 damage. Okidoki. Doem, doem, doem. Ja, dat. De Minotaurus breekt een aantal stukken. Valt de volgende. En achter hem staat een lege sokkel. Een lege sokkel. Heeft hij iets bij zich? Maar sorry, eerst mijn acolyte, hè? Die doet even. Doet wel dingen. Cure wounds. Oké. De laatste volgens mij. Laatste, ja. Hè. Komt daar plus bij? Wisdom, toch? Ja. Dus dan 6. Hapa. Moet je minder leven dan juist? Wat hè? Moet je minder leven dan juist? Ja, maar ik ben het niet voor mijn leven. En dan. Dus, doe ik een loot check op de Minotaur. Wel even goed te weten. Gezien de rules of what we do,
twee keer meer is een level exhaustion. Dus twee keer weer een slag krijg. Eén keer because of these nuts. Eén keer because of big angry boy. Ja, een half movement nou toch? Nee, je is level 1 exhaustion. Dus disadvantage op ability checks. Wat in puzzelkamers des te vervelender is. Elke perception, elke investigation, is advantage. Dan ben ik al level 2 dan? Nee, je bent level 1 exhausted. Level 1 is toch half movement? Nee. Dat was later gelukkig. Echt? Ja. Oh. Oké. Dus, dat gebeurt. Wat is je investigation, Dave? Sorry. De minuteur. Oh, ja, dat is gedobbeld. Sorry, dan mag je even dobbelen. Oh. Ik was hier bezig met Jesse's revival. 4. Je vindt niet bijzonder veel, behalve dat het kapot steen is. Ja. Oké, dan gaat de... Dat was de thug die de Minotaur deed. En de acolyte gaat naar de sokkel om daar te investigeren. Oké, okay, ga je. Check. 14. 14. Je kijkt de sokkel verder. En achter de sokkel staat een stenen tablet. Oh! Niet dat we die nodig hebben, maar hè. Want Jesse had de puzzel gecrackt. Ja. Alsjeblieft, Jesse. Dankjewel. Maar er steeds van de sleutel. Geen spoor. Wat stond er nou trouwens boven op het ding? Is dit doodlopend? Ja. Is er een vakje te vinden in de sokkel? Niet zo waar de investigation zojuist ging. Oké. Wat zullen we doen? Wat stond er boven die deur? Wat zullen we doen? Ja. Of de eerste links of de Minotaur goed bekijken. We kunnen de Minotaur eerst nog even goed bekijken. Oké, okay. Doe jij een loot check op de Minotaur? Ik doe een loot check op de Minotaur. Alleen ben ik nou denken, ik heb of een goede, maar dan disability. Ik check. Doe wel een loot check. Maar mijn group check. Dus oké, okay, group check. Oké, 14, 17. Een 9. Je hebt allebei één keer de zwans, hè? Hoezo? De Eckler heeft ook een zwans. Oh ja. Ah, oh, zeker een 9. 17, 11. Oké. Okay. 14, 11. Op een gegeven moment zijn je gewoon, pak je de tijd om echt helemaal uit elkaar te halen. Tot er inderdaad in het deel van zijn horen een zilveren sleutel ligt. Man. Oh. Moeten we verder nog iets hier doen, meneer? Kijk het niet. Oké, okay, zullen we teruglopen dan? Ja. Oké, okay, eerst links. Kom op, fuck jou. Oké, okay, volgen we toch naar links. Maar dan lopen we gewoon door. Hoor. Ja, als jij niet zegt wat er boven zit. Ja, dat is goed. Dan mogen we eens door. Dan gaan we gewoon door. Dan gaan we eens door. Goed links. Ja. Eerst naar links. En wel voorzichtig. We gaan goed opletten. Wie loopt voorop? Ik niet. Nee, ik heb dit. Ik heb dit. Het van te laat. Ik heb dit. Olifant dan. Anders gaan we het eerst zeggen. Zeg wat er voor stond. Mag ik zeggen wat er voorop stond? Zeg wat er voorop stond. Dat is super grappig. Ja, je weet wat er stond. Zeg jij weet. Nee, maar Dave, jij weet wat er stond. Je weet het al lang. Let op voor de Mino. Nee. Neem altijd de eerste links. Ja, dat zei ik toch al in het begin. Ja. Ja, waarom doe je dan zo moeilijk erover? Het is toch mooi dat dat gewoon we zijn. Stel, je had gedaan follow the ride en wij hadden dat niet gezien, zeg maar, en hadden dus altijd links gevolgd, hadden we waarschijnlijk in een put gevallen. Nou, zullen we dan nu terugweg alles naar rechts volgen? Ja, of doorlopen alles links. Ja. Maar kun je wat er nog meer in dit doel? Nee, dat is waar. Nee, misschien dan, ja, inderdaad. Kom maar terug op rechts. Oké, okay, we gaan terug op rechts. Ja. Oké, okay, we gaan terug op rechts. Ja. Dat je plaats hebt. Rechts. Dus zelfs die doorlopende twee gangen die we daarvan gaan, toch weer naar terug en dan weer dezelfde weg terug. Gewoon om zeker te weten. Door we de uitgang vinden. En die komen terug in de centrale hal met de nieuwe sleutel. Hallo. nou, eerst links? Ja, laten we dat doen. Eerst links. We gaan naar ruimte nummer 7. Ja. Staat er iets boven de deur? Ja. F,
J-H-A. Spatie. G-S. G-S? G-S? G-S. Oké. Okay. Spatie. V-O-O-V. F is... Ah, die hebben... Oh ja, M. Noon. Noon? Ja, V-O-O-V is noon. Toch? Oké. Okay. Klokje. G-S. Dat doe je niet. Wat is het? It. J is A. H is K, klopt dat? Mm-hmm. A is E. Mm-hmm. Make it noon. Oké. Okay. We lopen naar binnen. Ja. We zien een ronde kamer waar ooit een keer een beetje een bank zou staan, even een paar kasten. Een paar kasten staan ook steeds overeind. Maar je ziet dat een groot deel van de plank is kapotgeslagen. De boeken liggen her en daar gewoon de hele kamer verspreid. Alle meubilair is kort en klein gemapt. En in het midden staat zo'n dat is een sundial, zo'n zonneklok. Ja, ja. Ik zeg fout. Geen zonneklok, hoe heet het nou? Zo'n lichtbron. Een zonnewijzer. Zonnewijzer, dankjewel. Ja, er is een bron licht. Wat is een bron licht? Hangt erboven. Okay. Het is een lichtgevende steen. Staat gewoon recht erboven? Op het plafond, best hoog. Oké, okay. Kunnen we niet verplaatsen? Niet gemakkelijk. Alles kan. Maar recht erboven is al. Zijn er groeven in het plafond of zo? Nope. Oké, okay, kunnen we het makkelijk doen of kunnen we het een beetje moeilijker doen? Hoe staat de schaduw op de zonnewijzer? Hoe staat hier zo mooi? Momenteel staat de schaduw eigenlijk geen, want er ligt zo recht boven de zonnewijzer zelf. Okay. Makkelijk of moeilijk doen? Moeilijk. Oké, okay. Weet jij hoe we dat ding gaan plaatsen? Dat is in plaats. Dat is moeilijk. Ik dacht dat dat gewoon echt een plan was. Oké, wat is makkelijk plan? Oh. We hebben 4 schilden. Ja. Ja, we hebben 1 iemand die light kan casten. Mm-hmm. Ja. 3 van de 4 schilden gaan boven de zonwijzer hangen. Mm-hmm. En het laatste schild wordt light opgecast en die gaat dan op de plek van noon staan. Dat die de zonwijzer op 12 uur komt en dan hebben we dan noon maar gemaakt. Holy shit, dat is een hele heftige... Dat is een goede opmerking. Ja toch? Wacht, maar je hebt 2 lichtbronnen nodig. Nee. Je wilt eentje afschermen en een andere lichtbron zelf maken. Ja. Dat is wat deze zegt. Oh, je wilt dat ding boven dicht hebben? Nee, dan gaan we gewoon een shield boven houden, zodat er geen licht bij de zonwijzer komt. Dan hebben we gewoon een schaduw. En zelf de schaduw gewoon. Ja, precies. Ja, goeie. Nou, dat. Van de 3 mensen die gaan balanceren op de zonwijzer om het licht af te kaatsen, mm-hmm, wil ik graag een group dexterity check. Oké. Okay. Wie gaat dit doen? Ik denk dat Baby Yoda, aangezien die zeg maar niet meer sterk is en zo, daar niet lang kan staan met een schild boven zijn hoofd. Dit is een dexterity check. Om daar te balanceren. Ja, en jouw dexterity daarbij is nog de hoogste, plus 2 van alles. Ja, maar bij mij is het, ik denk dat de Acolyte... Ja, maar het is wel weer een disadvantage, ja, dat snap ik, maar de Acolyte bij mij ook. Dat is er altijd 1 met disadvantage. Ja, maar die andere heeft ook plus 2. Oké, okay, maar dus of deze doet het, of die doet het, is allebei disadvantage. Want ik heb ook een exhaustion level 1. Allebei disadvantage, dus dat maakt niet uit. En jij hebt... 2 met... disadvantages, wel erger dan 1. Ja, dat snap ik. Dus 1 van die 2 gaat light casten, en toevallig kan deze light. Oh, zo. Ja, wie het casten doet maar niet uit, toch? Het blijft een tijdje aan. Maar, is goed. Is goed. Is goed. Ik ga wel 2 keer dobbelen. Okay. 3 keer dobbelen. Kom op, man, je kunt. Metal 120! Oké, dus de thug gaat worden op Summer Shield. Hm? De thug gaat Summer Shield. Ja. 8. En 18. De 8 is voor Baby Yoda. Achter de 18. Ja. Die gaan er staan. Op een gegeven moment
op een gegeven moment is de opzet een beetje lastig. Op een gegeven moment wil je ook dat je nergens in de weg gaat staan, dus je een beetje op de randen van die schijf staan, van die schijf, en het voelt niet heel chill. Terwijl je een beetje ongemak staat, op een gegeven moment heb ik haar met de handen vast in het midden. En hou ik haar een beetje goed waar je onderhand dingen omhoog houdt. Een beetje extra balans te hebben. En ben je licht af aan het schermen, en op een gegeven moment lukt het wel, maar het is best wel een rot ding. Tot een gegeven moment, jullie krijgen de zonnewijzer in principe in de schaduw. Niet uit donker uit, het is geen lege light source, maar het lukt. Het staat ongemakkelijk. En het kan best dat ik valt en damage krijg, maar best grappig. Doe maar het voor. Niet te vangen damage zoals bij de Treeskin, het is 1 of zo. Dus. Niemand valt meteen door, dat is goed. Nou ja, ik wil gewoon. Maar die doet het niet, dus dat scheelt. Die heeft 1 AP. Wat doet de laatste? Die doet light casten op, laten we zeggen, het overige shield. En die gaat op de plek staan, zodat dat licht van dat schild op de zonnewijzer schijnt, zodat hij op 12 uur komt staan. Okay. A.k.a. noon. Jij gaat, gezien dat hij staat die kant met de pin. Mm-hmm. Dus als je noon moet hebben, moet je die kant staan. Oké. Okay. Je gaat die kant staan, draait om. Light. Het licht verschijnt. De zonnewijzer raakt de bovenkant van de plaat aan. En ineens hoor je wat gerommel. En hoor je een paar dingen vallen naast je. Mm-hmm. Even de boekkasten. Schuift open. Wat er in zat van boeken al flikkert eruit. Secret passage! Geef het een. Secret passage! Als een laatste steen op de bed de grond valt. Yay! Wat fijn dat die nou. Een aantal. Oh nee, nu kan ik nog dat zijn. Oh nee. Heel demonstratieve stukken. Ik kan niet. Ik denk, check eerst de kamer, maar nee. Ik ga meteen op een doel af. En in het bed breekt een 3 stukken, dus het is niet een 6 puzzel, maar een 8 stuk puzzel. Maar jij. We hebben hem al. Oh, helder. En er is een vakje open achter de kast. En daar staat een kleine kamer met een sokkel. En een koperen sleutel. Oh my god! Die sleutel in kamer 3, wat voor sleutel was dat eigenlijk? Kamer nummer 3? In de met schaken. Een zwarte sleutel. Was dat? De obsidian, ja inderdaad. Obsidian. Obsidian! We lopen naar de deur en maken hem open. Okay. Ja? Of wil je eerst naar het midden van de ruimte om daar de tablet neer te leggen? Zodat de volgende persoon die hier ooit komt heel makkelijk alle deuren kan bekijken. Nee. Oké. Okay. Wat we doen... Ja? Is, we leggen deze 3 stukken... Ja? Terug midden op de tafel. Ja? Zodat niemand weet dat we hier ooit zijn. Oh. Nee, laat de alles wat je hier achter hebt gelaten van die onder de bot op de grond. Chisholm met een missing piece. De bloedspet als ze sommige gangen. De gebroken minotaurus zijn inderdaad geen enkele indicatie. Ja, dan moeten ze eerst op de kamer in zijn gegaan. En zien wat er gebeurde in die kamer. Eng. Dat ergens aan gelinkt hebben. Oké, zullen we deze dan meenemen? Dan kan niemand het ooit onder. Ja, neem het mee. Backpack vol. Oké. Okay. Jullie gaan richting de grote deur met de 6 sloten en de rare tekens. Yeah. En nu? Nou, er waren bij ieder ding waren er weer letters. Oh nee, boven de deur stonden letters. Boven deze deur staat geen letter. Oh. Dan er stonden tekens bij ieder sleutelgat, rare tekens. Ja. Dan moeten we even weten wat dat is. Mag een bloop intelligence check? Dat kunnen mogelijk arcana als je in je trim bent. Dit is het volgende toch? Voor de 2 exhaustion. Aha. Dus het geldt voor 7 en 18. Dus code en acolyte. Intelligence, hè? Een 2 en een 4. Is iemand getraind in Arcana? Nope. Nee. Wie kijk je ernaar? Well, we come this far. Weet je wel, wiskunde B voor de gemiddelde pretpakketcultuur keuze op de middelbare school. Geen flauw benul wat er met families gedaan wordt. Een binas, wat is dat?
Ik zal nou, dan gaan we gewoon proberen om aan de sleutels een paar. We gaan ze gewoon erin douwen en kijken of het past. Oké, zullen we ze op een gegeven moment proberen tot ze met ook niet alleen erin passen, maar ook draaibaar zijn als ze erin passen. En op een gegeven moment heb je gevonden. Klik, 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 klik. Ook de laatste? Klik. Klik. We gaan open. En terwijl de sloten van afgaan, is hij open te duwen. Duw hem open. Duw hem open. I'm a thug. En die komen in een gang terecht. En geef zie je een trap naar boven te rijden. Dit is een hele nette houten trap. Heel netjes afgewerkt ook. Waarvan hier is geld aan besteed. Mm. Wauw. Money! Kunnen we de sleutels nog eruit halen? Oké, kunnen we de deur van deze kant uit dichtmaken? Dat kan. Totdat de acolyte stopt. Oh, gaan we goed. Oh, dit is de secret passageway die iedereen gaat nemen natuurlijk. Nee. Oh. Mag je even kijken iets van de... Van de acolyte? Mag jij. Dan kijkt jullie aan. En zegt, ik geef jullie een halve minuut. Ik blijf hier. Help onze heer boven verder. Een halve minuut, dat is fucking weinig. Hij geeft je de backpack mee. En geef hem iets uit. En een paar beltpoutjes pakken. Ja. En hij gaat een spel voorbereiden. Ja, zullen we het zo maar noemen, zegt hij. Oké. Nou, we gaan doorrennen. We rennen naar boven dan. We rennen naar boven. Een halve minuut hebben. Run! De andere kant op, zegt hij. Oh. Hij gaat richting de trap en begint daar een aantal van die componenten op die trap te leggen. Oké, de bamben. Nou, we rennen. Doei. Jullie krijgen nooit wat anders. Beginnen te rennen als een malle. Love you. Maar even, constitution check. I will never forget you. Je spuugt je uitgangsvermogen aan jullie over het langs banjeren. 11. Constitution check. Zien we wel op hier liggen. Ik heb een 3, want ik had een 17. Nee, sorry. Ja, ik had een 17 en een 3. Dus ik heb een 3. En ik heb een 2, want ik had een 1. Dus 2 en 3. Jullie beginnen te rennen. En een beetje half beseffend wat er dadelijk gaat gebeuren, komt er een blinde plikker. Vooral bij Jessica, staat die motor in. Kom. En jullie beginnen te rennen. Geef het een paar keer uit, zeker wanneer het water weer komt. Als je op een gegeven moment een hele zure geur achter jullie voelen komen. Oh nee. Acolyte. En seconden later hoor je. En het hele gang zijn weer in zijn begint te schudden. Jullie twee gaan vol tegen de grond aan in het water. Weet je, vroeger ook heel prettig was. Jij bent net overeind staan, terwijl je langzaam een heel goed deel in ziet storten boven je hoofd. Wat doen jullie? Jump in the water. Just keep running. Water gaat nu de goede kant op namelijk. Water gaat nu de goede kant op. Ja, prima. Gewoon zo snel mogelijk weg. Of het water sneller is of ik, dat kom ik zo meteen achter. Nee, ik laat me meesleuren op het water, maar ik probeer in ieder geval nog mijn kop boven water te houden. Oké. Okay. Is het water sneller dan ik rennend? Het is grappige zijkant. Dus een volle dash gaat moeilijk zonder dexterity checks te halen. Oh ja, dan glij ik ook wel gewoon. Ik doe zo surfboard. Dash check. Oh! Ik leg het schild op de grond en spring dan zo op. Dat is helemaal een cooler. Mag voor jou alsjeblieft. Laten we een paar rondjes maken. Ja. Mag athletics met advantage? Als je athletics hebt, is het strength. Ja. Wat kreeg ik dat voor? Enthousiasme. 16. Zie die dag even. Ja, schuift schild naar voren toe. Huh, springt, raakt erop en echt, zijn buik past er zo mooi in, zou ik maar zeggen. En echt, je gaat met een rotval door die gang heen. Geef ze een paar keer weg met je over de kant en denk ik, oh nee, mijn gewicht moet er verplaatsen. Schiet weg. Dan gaat je mooie polijsten schild. Ja, echt wel. Niks meer over aan. Ik heb een nieuw polijsten. Ik heb nu toch geld waarschijnlijk, nu ik dit heb gedaan. Wat doe jij met dit voorbeeld? Ga je dat idee joh? Ja, prima. Ik probeer het ook wel dat te doen. Heb je deze alles? Nee. Ja, ik laat hem hier liggen, hoor. Misschien als je denkt. Wat doe je? Ik probeer het ook te doen. Gast, dat is echt super goed. Dat is wat
sukkel. Wat je kunnen hebben, hè? Wat je kunnen hebben. Ik probeer het ook te doen, als het niet gaat, laat ik me gewoon meeslurpen door water, zover als ik kan. En nou, een strength met advantage. Dus een strength roll voor... Hey, 15! Oké. En oef, kom op. En een 4, met advantage, want ik had twee keer een 4. Met advantage? Maar je had disadvantage. Dus nee, die had met advantage. Dus terwijl je olifant niet goed van je komt, sterk nog, je springt en je gaat meteen het water in. En niet van, ik glijd er een beetje mee, gewoon boef, dan kom je onder. Helemaal vol. Hij is een olifant. Vol met dat vieze water. Terwijl Baby Yoda, gillend met die mooie echo door die ruimte heen. Jouw achterna komt. Jullie twee gaan best hard. Wees, vallen meer steen af. Komt echt 77 over Loxie. Ga je Loxie doen? Oh my god. Hey, 19. 19? Dat is 2 damage. Twee damage! Dat is eigenlijk steeds op je vallen, maar... Oh, ik ben even het zwemmend water trappelen om maar wat verder weg te komen. Paar steen ontwijk je net die naast je vallen. En je vingers ook... Maar op zich, niet dodelijk. Hoe kom jij nu weg? Want zij twee vliegen, dit schild idee is fantastisch. Zwemmen. Oké, athletics check, gewoon straight. Je begint dus advantage. Gooi de 999 ball bearings achter je. Misschien dat dat het zinnetje gaat. Nog minder frictie heb. In het water. wat moet je dobbelen? Strength. Gewoon athletics. 17. Begint gewoon hier met te gaan en... Het is real water, weet je wel. Het is echt nasty. Je geeft ze van. Terwijl je doorzwemt. Maar ook net weg gekomen is een grote instort. En de gymnast alleen maar de sporen van de breuklijnen. Maar die wordt gymnast ook stoppen. En achter je ziet ineens. Oh nee, ga je ziet de grootte van het water. Jouw kant op komt een beetje verder duwt. Vooral nu de grotere stukken wegvallen. En jullie. Jij ramde met je thug. Eén zo'n kerel in zijn gekleurd pak op weg. Die wat er voorbij komt. Wat moet dit? Klaats! Weet je, zijn been, knieschijf, vol omgedraaid. Baby komt achteraan, sorry! En vliegt verder. Tot geen moment die olifant eraan komt en gewoon blind zwemmend pad zijn pets verkoopt. En jullie gaan snel terug naar boven toe om weg te komen hier. En het is inmiddels ochtend als jullie bij de Pudducks aankomen. Oké. Ik wou net vragen, als ik toen voorzichtig de Pudducks zou willen kijken of er al licht is. Ja, ook met een paar gaten in die Pudducks te zitten. Zie je dat er al licht boven schijnt? Ik klim tot aan de putdeksel. En dan wil ik even luisteren. Okay, even een check. Er zijn een paar van die ontbrekende treden. Ja. We hebben een touw en een enterhaak, die gooien we omhoog. Ja. Strength check. Thug is wel goed. Dat is goed. Thug. Dankjewel. 21. Hey. Ik gooi je op een gegeven moment naar de zijkant toe, dat hij met achter af ziet te ketsen. Tak, zit er vast, hangt er vast. Man, die gans is goed. Eén keer. Die gans is goed. Ik hoef niks te doen, hij doet het gewoon goed. Ik hoef alleen maar te doen. Yep, kan mij hebben, jij ook. En jij gaat naar boven toe. Wat wil je doen bij de productie? Ik wil luisteren aan de Puddexel of ik zeg maar bedrijvigheid hoor op straat. Ja, je hoort heel veel bedrijvigheid op straat. En geef je ook een paar horens hoor je blazen. En dit is niet iets Neverwinter, maar jullie weten wel. Flippy is een zet. Kunnen we... Het riool loopt nog de andere kant op, toch? Je kunt eventueel verder, maar je hebt geen flauw aan je toe moeten. Ook de vorige route was alleen door de Acolyte. En die heeft zich momenteel heldhaftig opgeofferd... om Flippy te helpen met jullie hulp. Make a run for it. Yes. Oké. Okay. Kan van de rust gebruiken volgens mij. Volgens mij wel allemaal. Oh wacht! Voor... Hoe vaak komt die wire gust of wind? Ik verwacht jammer. Dan doen we een puttekse zo. Kan toch nog? Hey you catch! Een nieuwe dag. Merk ik hem op mezelf of de vlieg zelf ook naar boven? Is het een nieuwe dag? Nee, je hebt de nacht in principe doorgehaald. Ja, precies. Nou, en dan duwen we met twee man zoals het kan die deksel omhoog en klimmen eruit en dan meteen die deksel terug en dan wegwezen. Ja. Kijk, er is echt paniek op de straat. Dat is echt, zie je een groot landhuis. En dan zie je enorme rookpuin vanaf komen, een stuk brand uitslaan. En heel veel mensen in de rapper roer. Je ziet al mensen ook met hooivorken en battle-axes, of sorry, hand-axes, naar voren toe gaan. En je weet, oh, het is begonnen. We did that. Flippy gaat wraak nemen voor de bloemkolen. Eén ding is zeker. En we hebben ze zwaar terug.
Jullie gaan terug naar het rendezvous point. Ik heb een nieuws aan. Jullie gaan terug naar het rendezvous, want jullie taak is gebakken voor deze missie. Woehoe. En dat brengt een einde bij deze 1-2'tje. Wat jullie uitstekend hebben gedaan, beste heren. Go Team Puzzles! Nou, dus nog een jaal. Iets om dit te vieren en iets anders dan de vorige keer. Swing, swing, swing. Ik heb een nieuw zwaard. Swing! Ik dacht dat je nou gewoon weer... Swing, swing, swing. Swing, 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 swing. Kevin. Nee, dat zou ik nooit doen. Kevin, ik heb je gemist. We missen je, Kevin. Oh, Tools. Even kijken. Kevin.